avond iedereen. Is het avond? Ja toch? Yes. Goedenavond, mijn naam is Jennifer Muntelag en ik ben jullie moderator voor vanavond. Welkom bij What's Up, de talkshow voor de creatieve industrie. En ik ben heel blij dat jullie er zijn, dat we met z'n allen zijn. Ik ga toch weer zeggen, het standaard dingetje, smart people, smartphones. Check even of je geluid uitstaat of op trill, stil, maar stil, zodat als je trilt dat je niet naar voren hoeft te komen, een liedje hoeft te zingen en stof. Want als hij wel afgaat, ga je een liedje zingen. Dat hebben we nu afgesproken met z'n allen. Toch? Ja, mooi. Geluidjes uit, want dan gaan we beginnen. Dit is de WhatsApp editie nummer 107 en het thema is Connecting Worlds. Want hoe kunnen we creativiteit, storytelling en technologie gebruiken om verschillende leefwerelden, ideeën en perspectieven met elkaar te gaan verbinden. We hebben hele toffe en vooral creatieve sprekers uitgenodigd die ons vanavond gaan vertellen over hun meest recente werken en over hoe wij die werelden hopelijk op vele verschillende manieren kunnen connecten. Het is een beetje een ik en jij show, geen kijkshow. Dus als je vragen hebt, ik ga even de gasten wat vragen stellen. Mocht je ook een vraag hebben, gooi je hand in de lucht, dan zorg ik dat er een mic naar je toe komt. Het is een kleine ruimte en je kan me zonder microfoon ook heel goed horen. Maar we hebben een livestream, het wordt opgenomen, dus zet je haar nu nog even snel goed. Zodat je ook goed te horen bent voor de mensen thuis. Dus mocht je een vraag hebben, schuw alsjeblieft niet, zeg nu niet nee, ik ga hem niet meer stellen. Want ik kom op camera, dan ga je met je rug naar de camera toe staan. Maar zorg wel dat je het in de mic doet, want dan kan iedereen het horen. En dan kunnen we terugkijken en trots zijn op onszelf. Toch? Goeie. Jij, applaus voor jezelf. Oh. Goed. Ah, een beetje matig. Applaus voor jezelf. Yay. Dat zeggen we. We hebben iets te doen met matig publiek. Nee, toch? Geen matig publiek, geen matig programma. Zeker geen matige gasten. Ik ga de twee eerste gasten uitnodigen. En dan ga je echt super hard verklappen. De ene is een softwareontwikkelaar en oprichter van Hack the Planet. Zijn gewoon super wereldverbeteraars in een heel ander jasje. Vind ik super tof, dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig. De ander is een creative director at Development Films. Mag ik alsjeblieft een heel warm applaus voor Tim van Dursen en Teddy Cherim. Mooi. Hoi. Heren. En dan ga ik meteen beginnen met, waar luisteren we naar? Ja, we luisteren naar een track uit de soundtrack van onze film Meet the Soldier. Mm-hmm. Een virtual reality film over daar ook vertellen waar die over gaat. Maar we komen zo, denk ik. Maar het is inderdaad een virtual reality film Meet the Soldier. En dit is een eentje van de soundtrack. Eentje van, hoeveel? Eentje van, ja. Hoeveel? Ja, alleen, ja. Zes tracks of zo ongeveer? Ja, zes tracks. Is dat ook heel moeilijk als je, je gaat beeld maken, is dat ook heel moeilijk om er een soundtrack bij te vinden wat bij je beeld past? Ja, soms wel, maar in dit geval was het wel iets makkelijker. En in virtual reality is het ook wel nog leuker om muziek en geluid te maken. Het is ook een hele wereld om iedereen heen kan bouwen. En daar dus ook als muzikant en sounddesigner helemaal vet shit mee kan doen. Ja, want even voor de mensen die het nog niet door hadden, dat is Teddy. Dit is Tim. Teddy, jij bent de producer, jij bent filmregisseur, schrijver, creatief. Jij hebt waarschijnlijk helemaal dat beeld. En hoe gaat Teddy te werk? Even kort maar krachtig. Überhaupt? Ja, überhaupt. Ja, ik weet het niet. Ik maak gewoon filmpjes, alle soorten filmpjes. En ook VR, sinds de laatste 2 jaar. Ik vind het wel heel interessante technologie en probeer daar zoveel mogelijk toffe verhalen mee te vertellen die ook nog ergens over gaan, het liefst. En het liefst ook niet al te moraliserend tegelijkertijd zijn. En dan hopelijk ergens ver weg. En hoe ben je naar bij VR terechtgekomen? Is dat omdat het, ja, technologie, je groeit mee, dus je moest wel, of dacht je, nee, dit ziet er gewoon tof uit en ik heb hele toffe ideeën die daar nog beter uitkomen?
Nou, ik dacht wel gelijk voor documentaires dat het wel een soort van nieuwe mate van ervaring zou kunnen toevoegen die normale video's niet kunnen. Zo. Ik denk dat bij normale films of documentaires dan breng je een verhaal naar kijkers toe en met VR breng je kijkers zeg maar naar het verhaal toe. Dat is wel sick of zo. En dus dat lijkt me wel vet, maar dat is ook gewoon voor het eerst dat er een soort van nieuwe technology was waarvan ik dacht, van, ik ben eindelijk right there, ik kan er gewoon meteen in stappen. Meteen instappen. Ja. En dan stap met Tim, want Tim, jij gelooft ook in technologie en jij gelooft vooral dat het kan en het moet deel uitmaken van het oplossen van wereldwijde uitdagingen. Ja, idealiter wel, ja. Dat is een mond vol, maar... Het is een hele mond vol. Ja. Ja, kijk, ik ben van origine ben ik softwareontwikkelaar. Ik werk al iets meer dan 10 jaar voor een bedrijf, Q42, zit in Den Haag, Amsterdam. Het is eigenlijk gewoon een bureau dat maakt software voor commerciële partijen. En een jaar of twee geleden begonnen om te kijken van hoe kan ik nou eens die expertise die ik heb, of die dingen die ik gewoon zie in mijn dagelijkse werk, kunnen wat inzetten voor partijen die in de wereld bezig zijn met eigenlijk hele goede dingen. Dan moet je denken aan Greenpeace, Oxfam, Rothschild, UNICEF. En eigenlijk heel onschuldig begon met een hackathon met Greenpeace. Ja. Maar toen eigenlijk ook wel ontdekt van, hé, er is best wel een gat bij wat die bedrijven, die NGO's denken, wat er allemaal technisch mogelijk is. En wat wij eigenlijk in ons dagelijkse business allemaal aan het doen zijn. Nou, dat is eigenlijk best wel uit de hand gelopen met projecten die we nu allemaal doen. Ja. En het is natuurlijk te kort om daar nu alles, maar we zijn voor zoveel partijen mee bezig. Weet je, voor een World Press Photo, voor Word, al die partijen die ik net noemde, zijn we wel projecten aan het doen. En eigenlijk altijd aan het kijken van, hey, wat zijn nou de dingen die we laten liggen? Wat zijn nou de laaghangend fruit, zeg maar, aan techniek die we kunnen doen? Je ziet dat op de foto's, zie je daar aan het project staan. Dat hebben we gemaakt in samenwerking met een partij, de Shadowfield, die zijn bezig maar tegen antistroperij in Afrika. Van kunnen we nou eens op een andere manier nadenken over antistroperij in plaats van zeg maar, heel ingewikkeld met hittesensoren door bossen heen. Ja, daar is dit slimme concept uitgekomen. Het werkt op een hele andere manier. Het werkt op basis van radiotechnologie detecteren. In plaats van dus mensen die rondlopen met walkie-talkies en telefoons en zo zaken. Op een hele andere manier erover na te denken van wat voor lui lopen daarom. Maar goed, dat is een talk op zich, zeg maar, zo'n project. Maar dat soort dingen moet je over nadenken. Zeg maar. En Meet the Soldier is iets. Ja, dat is een concept wat ik ooit heb bedacht. En ik heb toen nog een kleine jongen was, zeg maar. Dat ik dacht van, hey, waarom gebeurt dit? Waarom zijn er oorlogen? Waarom zijn er strijders? En wat zou er gebeuren als je strijders uit de oorlog kan halen en gewoon even in een kamer kan zetten? Dat ze even met elkaar... Ja, en de theorie die ik had is van, ja, maar dan als je dan aan het einde van zo'n gesprek twee pistolen op tafel zou leggen, zouden ze elkaar nog steeds overhoop willen schieten als we elkaar heel goed zouden kunnen. En gaandeweg begon ik ook te leren van voorbeelden uit de historie. Van het bekende voorbeeld van het kerstreces in 1914. Dat even een tijdelijke staakt het vuren was. Strijders kwamen uit hun greppels en gingen gewoon gezellig met elkaar voetballen en feesten. En de kerstreces was voorbij en ze gingen weer terug in hun greppels in en op elkaar schieten. Dat vond ik zo fascinerend om te zien hoe dat werkt. Dus dat is wel even een beetje bij jou blijven hangen. Ja, ja. En hoe ben je dan bij Teddy terechtgekomen? Want waar hebben jullie elkaar gevonden? Ja, eigenlijk dus dat concept van hè, wat zou er gebeuren als, dat is gewoon altijd blijven hangen. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik in een gesprek zat met de Universiteit Leiden. En dan sprak ik met een dame die deed onderzoek naar virtual reality empathy. En dat was voor mij de eerste kennismaking met van, hé, wacht even, virtual reality is niet zomaar alleen een hele leuke technologie voor gaming en heel vet om, oh, we zitten in een andere wereld. Maar je kan daadwerkelijk zeg maar iets teweeg brengen bij iemand op een andere manier erover nadenken. Het is echt een stukje empathie. En dat was voor mij wel echt een soort van lightning struck in mijn hoofd. Van wow, als dit kan, dan hey, wat zou er dan gebeuren als we dit concept zouden doen, maar dan met virtual reality? En de grap was dat ik via met Teddy in contact kwam. En dat hij eigenlijk met dit soort projecten bezig was. Ik weet nog dat ik volgens mij een eerste hele korte pitch had geschreven. Oké, dit is ongeveer wat ik wilde. En toen schreef Teddy een heel stuk terug. En dan zei ze van, dude, dat is gewoon precies wat ik wil. Dit is echt gewoon... Daar waren jullie eigenlijk afzonderlijk al een beetje mee bezig. Ja. Teddy, hij komt naar je toe en jij wist meteen... Zag je het al voor je? Was je al aan het bouwen? Ja, sowieso. Want het is echt... Ik had ook net een korte film. Want dit gaat dus heel erg over twee mensen die elkaar leren kennen door elkaars verhaal en levensgeschiedenis soort van te zien en daardoor begrip voor elkaar te krijgen. Dat, ik had echt
geen maand daarvoor had ik een korte film gemaakt over een ruzie tussen twee, tussen wat Marokkaanse jochies in Amsterdam-Noord en een Amsterdamse supermarktmanager die heel erg van echt zo'n standaard domme ruzie in een supermarkt. Ja. Maar wij hebben als kijker hebben hun beider familiegeschiedenis gezien en daarom is het voor de kijker heel awkward of zo, omdat dat je dus ziet dat ze eigenlijk veel meer met elkaar in kan hebben dan wat zij denken en zo. En dat is eigenlijk een heel erg vergelijkbare message als in Meet the Soldier. Ja, want wat Meet the Soldier, als we daar even naartoe gaan. Jullie hebben twee rivalende stammen, daar heb je twee stamhoofden van genomen? Of gewoon twee strijders. Twee strijders? Hebben die elkaar ook echt ontmoet? Ja, dat is de hamvraag eigenlijk. Hè? Of is dat? Daarvoor moet je eigenlijk wel de documentaire zien. Dat is wel een beetje de cliffhanger van de docu. Ja. Maar de grap is nou, ja, wat je zegt. Het zijn twee rivaliserende strijders. Twee verschillende stammen. Mm-hmm. En het conflict ging over cattle. Zeg maar vee. Ja. Dat hebben ze allebei. Dat is best wel, dat is gewoon geld voor hun. Zeg maar kapitaal. En daar is gewoon een jarenlange strijd is daarover. Het is zo dat toen wij daar kwamen, toen deze documentaire werd opgenomen, er was geen actief conflict meer. Dus ze waren niet meer met elkaar echt aan het afschieten, zou ik maar zeggen. Nee, maar dit maar, zat nog wel. Exact, dus het conflict zit nog wel van binnen. En wat we hebben gedaan is, we hebben dus van beide stammen echt een uitgebreid familieportret geschoten. Dus allebei de families zijn uitgebreid aan het woord gekomen. Ze hebben zich echt voorgesteld met dit is mijn buurman, dit zijn mijn vrouwen, dit zijn mijn kinderen. En ze krijgt ze echt als mens te zien en niet als boze strijder. En niet wij, maar zij elkaar. Zij dat, elkaar. Dat is heel belangrijk, want deze twee stammen, en ik wil wel een beetje nuanceren dat er wel nog steeds veel cattle raids zijn in die area. Alleen het is wel, de stammen zijn enigszins ontwapend. Dus zijn er niet meer zoveel kunst als een paar jaar geleden. Maar het gebeurt nog wel en het punt is, deze twee gasten kunnen daar niet over praten, want ze hebben allebei mensen van elkaar stam vermoord en zelf familieleden verloren. En dat is dus gewoon, weet je wel, als zij elkaar zien, dat is niet makkelijk. En je gaat niet even zitten om daarover te praten of om erachter te komen dat de beweegredenen van de ander precies dezelfde zijn als die van jezelf. En dat is wat interessant is aan deze documentaire, is niet dat jij als kijker zie je inderdaad ook gewoon, wow, jullie zijn heel erg hetzelfde en zo, maar deze twee gasten die elkaar dus niet in de realiteit konden ontmoeten of met elkaar konden praten, hebben elkaar dus in virtual reality een soort van ontmoet en elkaars families gezien en beweegredenen gehoord. En dat is wat er verbindend aan is. Ja, even kijken, want dit is een stukje uit. Dit is de trailer. Dit is de trailer, kunnen we dat zien? Het geluid. En dan moet je bedenken, normaal als je hem checkt, dan check je hem met je VR-bril. Oh. Waar zit het? Oh ja. Ik zit ervoor. Volgens mij is het geluid niet van het geluid van de een naar de andere trailer? Ja. We creëren nog een beeld. Ja, maar je kan het zelf ook. Jij liet hem nu bewegen, toch? Zo? Ja, klopt, ja. Omdat het met een 360-camera is gefilmd. Ja. Ja, dat is het idee. Dat maar het is beter met een bril. Ja, met zo'n bril, want dan sta je er echt middenin. Maar wat ik nou een heel tof en heel interessant ding vind. Virtual reality. Je denkt dan heel vaak inderdaad aan game of een beetje een andere wereld, een spelletjeswereld. Maar zij hebben elkaar niet in het echt ontmoet, maar zij hebben elkaar wel
echt ontmoet. Ja. Dat is een mindfuck. Ja. Toch? Heel zacht gezegd. Ja, dat was het ook echt, ja. Ja, en je ziet het ook echt, ja, daar stonden we natuurlijk ernaast, dus we konden het zien gebeuren. Wat gebeurt er met hun? Kan je dat een beetje omschrijven? Ja, nou, tenminste, wat, misschien is dat voor iedereen anders, ik weet niet hoe jij daar naar keek, maar ja, de een dacht bijvoorbeeld dat het daadwerkelijk aan het gebeuren was, dus die had die bril op en die dacht van, hé, maar dit is niet oké, want hij is nu strijd aan het voorbereiden. Dus we hadden natuurlijk allerlei beelden die lieten zien. Oh, ja, ja. En dus dat was best wel heftig voor die strijder. En die andere, die was veel rustiger. En die had ook echt uiteindelijk, daarna, na het einde van die sessie, zeg maar, had hij ook echt een soort van vredelievend gevoel ernaar. Zo van, ja, die had wel meer de, ja, echt het idee van, ik wil, dit moet gewoon stoppen. Mm-hmm. Die andere, die had echt veel meer tijd nodig om het te vatten of zo. Want ze zijn ook gewoon analfabeten gasten. En dan één keer zo meta te gaan, is gewoon best wel... heftig en moeilijk misschien. En, ja, het is wel heel speciaal en ook wel een heel moeilijk of rare positie voor ons. Ook, ja, maar hoe vertalen jullie dat dan? Ik bedoel, jij dropt opeens een bom op iemand daar en dan met al je goede bedoelingen natuurlijk. Ja, precies. Ja, ze weten natuurlijk wel dat ze van tevoren mee gaan doen aan een soort van vredesachtig project. Okay. Dus daar staan ze wel open voor. Anders kan ze dan. Dat je zelf weer een van de nieuwe strijd ontketend ofzo. Ik heb de reden dat wij met deze mensen samenwerken, is ook omdat Tishita Arikos hier staan, een van de stamhoofden. Ja. Is ook omdat er best wel wat door de partij waarmee wij daar samenwerken, dat is mensen met een missie, is best wel heel veel effort gestoken ook om daar rust te bewaren en om die partijen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Dus beide tribes hebben wel de intentie van oké, dit wat we hadden, dat moet wel veranderen. Mm-hmm. Maar, hoe kom je daar eigenlijk? Ja, dus zeg maar dat echt bij elkaar zitten en eens eventjes gewoon een soort van vredelievende boodschappen uitwisselen, dat zal niet zomaar gebeuren, zeg maar. Ja, dat is heel lastig. Maar dit is wel een goede tool om heen te bewegen. Dit was een hele goede tool om dat te doen. En ja, wat ik zeg, je moet eigenlijk aan het einde van de docu zie je pas echt ook, daar komt de impact, ga je ineens heel duidelijk zien. En de ride daarheen is ook wel heel vet, want je ziet natuurlijk ook heel veel hele toffe beelden die we daar geschoten hebben. Mm-hmm. Maar de eindconclusie is, als ze die beginnen afzetten en wat ze dan vertellen, dat is wel zeg maar de bombshell, zeg maar, van oké. Dat werd wel even, weet je, als je het ziet in VR, dan is het al best wel heftig, want dan heb je zoiets van, oké, wow. Maar wij zaten daar echt naast met ons neus erop. Echt erin. En toen had ik echt nog zoiets van, oké, dit is echt niet, dit is echt above van wat ik had bedacht, van hoe dit zou gaan uitpakken. Ja. Wow. Het is wel ook belangrijk om te zeggen dat de bedoeling is om deze film niet alleen hier in het Westen te laten zien, maar ook wel juist weer. Ja, voor wie is deze film echt gemaakt? Ja, het maakt niet zo heel, in principe voor iedereen, maar want het is een universeel verhaal dat je had met any fighting peoples kunnen doen. Alleen, ja. Het is wel belangrijk dat daar ook, want dat, zij zijn een soort van ambassadeurs geworden van dit verhaal, of deze intentie, I guess. En, ik denk dat je dat dan wel moet doorpakken ofzo. De grap is zeg maar, het allereerste concept wat ik in het begin noemde, hè, dus van wat zou er gebeuren als, dat is een universeel iets. Het staat los van deze strijders. En de grap is, de meeste mensen die de VR-docu bekijken, een van de eerste dingen die ze zeggen is van, hé, maar dit zou ook prima kunnen werken met, nou, Israël, Palestina hoor ik heel veel. Ja. Maar dat is echt spot on, want dat is precies wat de bedoeling is van dit ding. Je zou denken van, oh, het gaat over tribal issues in Oeganda, maar het is meer een toevalligheid dat we met deze mensen werken. En voor God's sake, wat we met hun hebben gewerkt, want het was echt episch, maar het had ook een ander conflict kunnen zijn. Dus het is een tool die we meerdere plekken kunnen inzetten. Heb ik al een vraag? Een paar vragen? Jee! Ik heb hem maar. Ik ga hier maar goed. Hi. Het is een beetje een technische vraag, maar waarom heb je die mensen precies moeten filmen voor een greenscreen? Worden ze eigenlijk geplaatst in het gebied van de ander? Ja, dus het was zodat als... Dus je hebt twee lagen VR, dus eerst jij zet je VR-bril op en dan komen ze zo die studio in. Alleen dan zetten zij een VR-bril op en dan moeten ze getransporteerd kunnen worden naar een soort van nieuwe
reality waar ze samen kunnen zijn, omdat ze dus niet in het echt samen kunnen zijn. En daar was die bridge group voor nodig. En ze staan zeg maar in elkaars gebied ook echt. Ja, dus dan, ja. Dat die ervaring krijgen ook echt. Ja. In elkaars huisje en dat was één van die. Ja, nee, dus anders hebben we ze altijd een perspectief. Ja. Dus er staat, nou ja, het wordt heel technisch, maar als hij die bril opzet, dan staat die vijand gewoon altijd zo die voor, staat gewoon staat bij. Recht voor hem. En in 3D, een soort van 3D, 360 video. En dan zegt hij, nou, dit is mijn huis. En dan staan ze in zijn huis. Dit is mijn land. Dan staan ze in hun land. Ik heb nog een vraag. Yes? Ja, je hebt het over de potentiële werking van zo'n project ook op andere conflicten. Maar denk je niet dat het verschil in ontwikkelingsniveau, in ieder geval als ik het zo opmaak uit de beelden, ook heel erg van invloed is op het effect wat het project uiteindelijk heeft gehad? En wanneer je bijvoorbeeld dit zou verplaatsen naar meer westerse conflicten zoals Israël, dat er meer bekendheid is met de hele VR-techniek en daardoor eigenlijk het effect minder zal zijn? Ja, dat is op zich een goed punt hoor, wat je daar noemt. Het vernieuwende aspect, zeg maar, wauw, wat is dit? Dat speelt natuurlijk zeker altijd mee in de soort van wow-factor van, waar ben ik nou aan beland? Maar je ziet toch wel, het stukje virtual reality empathy. Je ziet dat wel steeds meer terugkeren in de onderzoeken die worden gedaan. Het jammere is dat er nu, voor zover ik weet, nog niet een hele duidelijke conclusive antwoord is van oké, VR empathy doet dit. Dus het is altijd nog wel een beetje experimenteel. Dus ik denk zeker dat het impact heeft. Dus de nieuwigheid van VR heeft impact, dat denk ik. Weet ik niet zeker. Maar alsnog denk ik dat het werkt. Ja, en ik denk ook dat hier was juist een heel goed voorbeeld van dat we een niet very media literate plek dit verhaal gingen doen, zeg maar. En dat het juist, werkt. Terwijl ik juist eerst zou denken dat het hier tussen de Ajax en de Feyenoord supporter misschien veel cynischer op gereageerd zou kunnen worden. Omdat we veel meer gewend zijn of zo. Maar uiteindelijk, ja, je staat gewoon tegenover die man die je haat. Ik bedoel, dat is een heel simpel gegeven. En dat kan je anders niet, en met een filmpje van iemand op een telefoon of op een schermpje, dan kan je wegkijken. Maar als je deze bril op hebt, dan sta je in zijn huis. En als je hierheen kijkt, dan sta je nog steeds in zijn huis. Ja. Dat is wel anders. Dat het toch wel echt meer effect op je hebt, dat je er middenin staat. Ja. Had ik nog een vraag? Een vraagje meer over de menselijke maat. Want je gaat naar Oeganda en je hebt van tevoren al zeg maar deze verhalen gehoord. Want je wil zelf natuurlijk ook een portret neerzetten van iemand als mens. Hoe stonden jullie daar zelf zeg maar in? Omdat je ook gewoon weet dat dit iemand is. Je eigen kleppen, hoe kon je die afzetten? Ik weet niet precies wat ik moet zeggen. wel, kan je nog concreter vragen? Ja, je moet er zelf zonder zeg maar vooroordelen in komen stappen, omdat je heel erg nadrukkelijk iemand neer wil zetten als mens. En je weet wel zeg maar de voorgeschiedenis van deze strijd. Ja, nee, maar je wist een aantal gegevens inderdaad. Namelijk het enige wat we van tevoren konden organiseren, omdat je daar niet heel erg was, via een priester, Vader Paul, die heeft voor ons zeg maar, die kon zich bewegen tussen alle verschillende stammen en die heeft allemaal mensen voor interviewd. Over hoe open ze stonden voor het project en wat hun verhaal überhaupt was en hoe erg ze boos waren op hun vijand en zo, zodat we een soort van pre-selection konden maken. Ik denk vooral als je de film ziet, juist omdat je hen de kans geeft om zichzelf voor te stellen en op de manier waarop ze dat willen, denk ik dat het toch wel is gelukt, hoop ik. Er zijn allemaal dingen die ze zouden kunnen wegnemen. Ik vond echt dat ze heel eerlijk en open waren over wie ze waren en hoe ze zich over dit alles voelden. Ik denk dat het er wel goed uitkomt, maar ik weet niet of dat je vraag beantwoordt. Sorry. Had ik nog een vraag? Vanuit het publiek? Nee? Waar
waar kunnen we hem zien? Nou, dat wou ik nog aangeven. Kijk, we zijn nu in een fase dat het eigenlijk vooral festivals aandoet. We zijn met Movies at Merle heeft hij gedraaid, de opening in Amsterdam en in Den Haag gehad. Go Short komt eraan. Hij is nog niet publiek beschikbaar, hij is nog niet online, maar de mensen die hier nu vanavond zijn, zou ik willen aanbieden, ik kan een eenmalige code geven, dus als je je e-mailadres en je naam even bij mij achterlaat, kan ik hem voor je zorgen dat je hem alsnog kan zien. Zou ik wel aanraden, kijk hem in een bril. In een bril. Maar dan kan je gewoon eigenlijk voordat iedereen hem eigenlijk nu ziet, kan je hem gaan zien. Maar dan heb ik even je naam en e-mailadres nodig, dus je moet even op een of andere manier... Ja, kunnen we zo meteen bij Paulien even naam, e-mailadres achterlaten. En dan kan je hem zien. Beloof wel dan met een bril te checken, want dat is volgens mij wel echt... Ja, het kan ook wel. Ja, voor het effect echt. Ja, je moet er wel in zitten. Het kan zo veel anders dan zit je zo op zo'n scherm een beetje te schuiven, maar dan is het een beetje een gimmick en niet... Je moet een avondje wat brillen hierheen halen en een VR night fixen of zo. Ja. Haal ik me nu ook weer andere dingen in mijn hoofd. Anyhow. Nee, maar... Dus vooral festivals nog... Nu krijgen wij dingen en wat de toekomst, weet je, na de docu, wat wil je eigenlijk hiermee gaan doen, echt? Ja, we zijn nu natuurlijk al bezig om na te denken van, hey, wat Teddy eigenlijk net ook al aandroeg, is van het is niet de bedoeling om ergens heen te gaan, iets te maken en het weer terug te nemen. En hier, dus we willen daar terug, daar zijn we nu mee bezig, in gesprek ook weer met ditzelfde team daarheen. En het mooie zou zijn van, oké, wat zou er nou gebeuren als zij, zeg maar, als ambassadeurs van hun eigen project teruggaan naar hun families met die 360 ervaring. Naar die dorpen die zo afgelegd zijn dan met z'n 50 op brillen ernaar kijken, dat is echt... Ja. Kijk, en als we dat dan opnemen en hier weer laten zien, dan is het zo van oké, wat een tof verhaal, hoe gaaf is dat? En dan ben je wel, voor mijn gevoel zijn we dan bezig om vooral ook te laten zien wat het doet als je een soort van shift of een andere mindset hebt. Mm-hmm. En in dit geval gaat het echt over mensen in dat conflict. Voor mijn gevoel is altijd een gelaagdheid. En wat we doen, wij trappen een stuk laag uit het conflict, waardoor je de menselijkheid over hebt. En dan gaan we gewoon ingezoomd kijken van, maar wat houden we dan over? Wat is het? Yes. En dat is zo interessant. En ja, dat laten we nu, in deze docu laten we dat nu zien. En ik denk dat we dat in andere vormen nog sterker kunnen laten doen. Dus dat vervolg wat we willen gaan doen is niet per se van kijk een toffe vervolg, want een deel 2 moet er komen. Het is juist weer van, maar wat gebeurt er dan als je dit weer door laat gaan? Echt het effect eigenlijk ervan. Ja, ja. Nice. Ja. Ja, ik zou zeggen, laat je e-mailadres zo meteen achter. En nog even een websiteje, waar kunnen we jullie vinden sowieso? Nou ja, op meetthesoldier.com, daar vind je alle informatie over de docu. Mm-hmm. Op hacktheplanet.nl.io, het scheepje ertussen, daar vind je eigenlijk alles wat we doen, wat we werk. En IDS. Teddy, want daar kan. Ja, maar Teddy, jij bent trouwens, voordat ik het weet, jij bent ook bezig met een film, right? Je eigen eerste solo speelfilm. Ook VR? Nee, gewoon normale film. Oh. Ik maak ook gewoon normale films en documentaires. Normale films en documentaires. Ja. Weet je, kan je een klein tipje wanneer die af is? Of kunnen mensen nog auditie doen voor een rol? Zeker, maar ik ben echt nog het subsidie aan het aanvragen. Oh, okay. Het duurt allemaal fucking oneindig. We houden het in de gaten. Mag ik alsjeblieft een heel hard applaus voor deze zien? Ga ik nu naar een weekje, een feitje, een filmpje? Best of the web. We gaan nu naar Best of the web en dat is, soms zie je van die dingen online, een filmpje, een muziekje, waarvan je denkt, dit moet iedereen zien. Waarom? Je moet het soms gewoon zien om te snappen waarom je denkt, want dit wil ik niet alleen hebben gezien, dit moet jij ook zien. En dit is er zo. Hey, kijk alsjeblieft naar. Ik zal hem even vertellen. Hij werd me aangeraden door Dimfy. En ik moest een filmpje zoeken en het moest iets te maken hebben met Connecting Worlds. Ik heb vandaag ook iets nieuws geleerd, want ik weet dat iemand bekend is met ballroom. Een soort van, het is een dans party. Ja, het is een soort van dans party movement, denk ik. En het is eigenlijk gewoon waar
gender en race en alles wat er bij elkaar. En het filmpje spreekt echt heel erg voor zich. Dus. Thanks voor de tip. Divi. Super dope. Ja, ik ken het een beetje. Iemand een beetje bekend? Wel eens van gehoord? Zo'n ballroom zie jij? Ben je er wel eens geweest? Nee, maar ik volg RuPaul's Drag Race religiously. Love it! Oh yes. Ja, RuPaul's Drag Race volg ik ook. Vind ik ook echt amazing in zijn live. Ja, geweldig. Maar die ballroom scenes, dat is ook echt. Ik vind het super tof. Het is net iets anders. Dit is dan een video, mooi, maar het is zeker aan te raden om een keertje te kijken. En vooral gewoon te kijken naar wat daar gebeurt. Het is een whole nother world op zich, waar het gaat om jezelf gewoon dragen en presenten as a fierce being. En dat is echt wat je daar langs ziet gaan aan fierceness, aan kleding, aan stijl.
Heel doof. Amber Vineyard, die heeft toevallig weer de Nederlandse ballroom scene een beetje op de kaart gezet met de House of Vineyard. Als je daar een keertje heen gaat, kan gaan, ga gewoon een keertje checken. Dat is een tipje, klein tipje bij dat. Ja? Alright, dan gaan we naar de volgende gast. Ik ga uitnodigen naar voren, mag ik alsjeblieft een heel hard applaus voor Kees Glasda van Loop. Ja, ik ga wat dichterbij zitten. Dat is het zo. Toch? Dat kan. Hallo. Toch? Doe ik deze weg? Ja, joh. Kees, jij bent leraar. Ja. Moenders College. Ja. Maar jij bent ook afgestudeerd fotograaf. Ja. Drie weken geleden ben je afgestudeerd. Dit is jouw afstudeerproject. Het heet 20. En het zijn portretten. Portretten. Het is een portret van mijn school. Het is een portret van jouw school. Met name van 20 leerlingen. Ja. Kan je een tipje van de sluier lichten? Ja, ik heb 20 leerlingen in het boek geportretteerd. Ik heb het boek in drie delen gemaakt. Het begint met 20 kinderfoto's van de leerlingen. Die heb ik aan ze gevraagd en die hebben ze mij gegeven. En die zie je in het begin van het boek. Mm-hmm. En dan neem ik je mee de school in. En dan kom je diezelfde leerlingen in de school tegen. In de gangen, in de les, in de sport. En aan het einde komen ze alle 20 nog een keer voorbij met een portret. En daar hebben ze voor mij een verhaaltje bij geschreven over hun toekomstdromen en toekomstverwachtingen. Want wat maakt deze 20 leerlingen zo bijzonder? Waarom deze 20 leerlingen? Leerlingen die ik gewoon goed op de foto had. En leerlingen die ik ken omdat ik ze al eerder geportretteerd heb. Mm-hmm. Ja. Dus daar is de keuze. En ik wilde die 20, want dan kun je die school een beetje leren kennen aan de hand van die 20 leerlingen. Want wat is het bijzondere aan het Moenders College? Nee. Ja. Bij mij, zoals nee, het was wel een foto van mij, maar niet aan het boek. Ja. Sorry, je vraag. Sorry, ja. Jij geeft les op het Moenders College Amsterdam-West. Ja, Amsterdam-West bij de Slotenplas. Mm-hmm. Het is een VMBO-school. En ja, hier zie je de leerling in de gang. Het is een VMBO-school en een afdeling op de school heet de EOA, de Eerste Opvang Anderstaligen. En dat is de afdeling waar leerlingen die nieuw in Nederland zijn, Nederlands leren. Speciaal programma doen 2 jaar lang. En na die 2 jaar stromen ze door binnen de school, buiten de school. En waar is het dan zo gekomen? Want jij geeft al jaren les. En toen op een gegeven moment is jouw liefde voor fotografie is gegroeid. En toen kwam je camera mee het leslokaal in? Ja, maar dat deed ik eigenlijk al wel langer. Want ik heb in die afgelopen 26 jaar heel veel dingen gedaan. En de schoolplan bijvoorbeeld ook gemaakt. En dan fotografeerde ik ook al. Maar nu, 3 jaar geleden begon ik met de fotoacademie. En toen ik 1,5 jaar geleden een project moest bedenken om op af te studeren, dacht ik van nou, ik zoek het niet al te ver van huis. En ik ga de school. Dus het onderwerp, nee. En wat is het verhaal wat je wil vertellen met jouw foto's, met deze leerlingen? Ik wil laten zien dat het een heel erg leuke school is. En ik werk er al 26 jaar met heel veel plezier. En ik wil laten zien waarom dat zo leuk is. Mm-hmm. Ja. In het nieuws of in de media komen zwarte scholen er meestal niet al te best van af. En, hier kun je zien dat het gewoon een hele leuke school is, zoals wij ook vroeger naar school gingen en je leert mensen kennen, je maakt vrienden. Gewoon pubers, tieners die naar school gaan, mobieltjes, ja, jongens, meisjes. Ja, slapen in de mediatheek. Ja. Gewoon kids die kids zijn en dat leg jij vast. Ja. En, maar voor wie doe jij dit? Doe je dit voor jezelf? Doe je dit voor de leerlingen? Er moet wel iets van die eigen belang in zitten, toch? Ik maak de foto's die ik zelf leuk vind om te maken en te bekijken. Mm-hmm. En ik doe het voor mezelf, maar ik vind het ook leuk om te laten zien, de foto's. Niet alleen maar thuis in een fotoalbum met mijn eigen foto's te bekijken. Ik wil er wel ze laten zien. De foto's hangen ook in de school. Portretfoto's van mij hangen in de school.
En de leerlingen vinden het leuk, zijn er trots op als ze in het boek staan of in de school hangen met een foto. Ja. En wat die leerlingen, die zijn er trots op, jij bent natuurlijk, het is een super mooi boek. Ik raad sowieso aan om even een piekje te doen, maar jullie kunnen hem ook kopen. Ik maak reclame voor Keks. Ja. Hij is te koop voor €24,95. Mocht je denken, oh jammer, ik kan alleen binnen. Nou, laat het toevallig beneden een bar zijn waar je kan binnen. Win jij je cash money en dan kom je naar boven en dan krijg je zo'n mooi boek mee. Maar die leerlingen die zijn tof, het gaat over hun, maar in hoeverre gaat dit over jou? Vertelt dit iets over jou? Dat vind ik lastig, want ik ben een oude man en dit zijn allemaal vlotte jonge kinderen, maar leerlingen. Maar ik herken toch wel heel veel van mezelf in die leerlingen. Mm-hmm. Zoals ja, naar school toe gaat, rondhangt. Je komt eigenlijk niet voor de les naar school, maar toch om je vrienden te zien. En ja, dat is denk ik wat ik in ze herken. En hoe zat dat met, want het is een idee wat je langer hebt, de passie die je hebt, fotografie. Je denkt op een gegeven moment, ik zoek het inderdaad niet ver, ik moet afstuderen. Hoe zit het dan met toestemming, vragen aan de ouders, aan de leerlingen, meewerking? Ja. Nou ja, dat is niet moeilijk. De leerlingen werken allemaal mee. Ik vind het leuk om in het boek te komen. Mm-hmm. Ik heb wel, want dat is de wet nu die nieuw is, sinds 25 mei, op papier toestemming gevraagd en gekregen. Er was niemand die daar moeilijk over deed. Ik vind het allemaal leuk om mee te werken. Sommigen komen naar me toe als ze niet in het boek staan. En want ik heb een beetje door het boek gekeken en je ziet inderdaad heel veel, of course, de mobiele telefoon, maar ook veel met haar. Veel dat ze haar. Bezig zijn met haar. Ja, dat is wel een ding. Ik vind het gek. Ze zitten steeds aan elkaar te plukken. En, ja, maar dit is, dit is dus ook hoe jij het ziet, hoe jij naar ze kijkt. Ja, ja. Hoe lang, binnen hoeveel tijdsbestek is het geschoten? Afgelopen half jaar, een paar foto's van eerder. Mm-hmm. Maar ongeveer een half jaar geleden bedacht ik dat dit het project zou worden. En toen ben ik echt wel iedere dag met mijn camera op school gekomen. Okay. Had ik hem altijd in de kast liggen. Ja, dat als er iets was, dat ik meteen ook. En intussen uren en pauzes rondlopen. En ook gewoon dat zij aan mij wennen als fotograaf. Okay. Dat het normaal is dat ik altijd een camera in mijn hand heb. Is er veel verschil tussen de leraar Kees en de fotograaf Kees? Als er zo'n jongen met zo'n capuchon door de gang loopt, dan als leraar moet ik zeggen, doe je je capuchon af. Maar als fotograaf denk ik, laat hem even ophouden en maak ik even een stoere foto. Ja. En is er, verandert de sfeer in je lokaal als jij de camera oppakt? Wordt er meer geposeerd of ben je van, let vooral niet op, ik wil het zo neutraal mogelijk? Ja, dat leg ik ze dan uit. En er was één jongen die ging, die vroeg aan mij een beetje boos van, waarom ben ik nou nog niet gefotografeerd? Ik zeg, ja, iedere keer als ik met de camera kom, dan ga jij zo staan. En toen stopte hij ermee en dan staat hij in het boek en heel blij. Ja. Ja, tof. Maar behalve in het boek, je zei het net ook al, ik ben toevallig op het Moeders College geweest. Als je daar binnenkomt, zie je echt, net zo groot als deze muur, als het niet groter is. Groter. Ook portretten van de leerlingen. Een paar die staan ook hier in het boek. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen en wat heeft dat te maken met het boek? Die portret heb ik vorig jaar gemaakt. De school werd verbouwd en de architect vroeg of ik wat foto's wilde maken op geluidsresonantieschermen. Ik weet niet, die kunnen gewoon met doeken bekleed worden, maar je kan er ook een foto op afbeelden. Dan, dus toen ben ik daarvoor de studio ingedoken met wat leerlingen. En die leerlingen hangen nu bij 3x4 meter in de hal van de school. Het is echt super tof om te zien. Maar je zei het net ook al, je boek heeft een volgorde. Ja. Je ziet eerst kinderfoto's. Kinderfoto's? Die hebben zij zelf uitgekozen? Nou, ze hebben ze naar mij opgestuurd. Sommigen stuurden er eentje, anderen stuurden er 20. En dan koos ik zelf de leukste uit. En dan, wat is er dan in deel 2? Dat is de school, de gang, de uitjes van school, mm-hmm. Een excursie naar de hortus. Dit bijvoorbeeld? Spreker. Hout of advocaten, flitsstage. Dan gingen ze in toga een rollenspel spelen.
Ja, dus van alles. De sporthal. En het derde deel, dat zijn de portretten. En daar, die zijn in zwart-wit. En daar hebben ze een verhaaltje bij geschreven. Ik heb ze gevraagd om iets over de toekomst, over hun dromen, verwachtingen hier in Nederland, te schrijven. En er hangen ook een paar van deze, die hangen dus door de school? Nee. Die in de school hangen, die zijn eerder gemaakt. Oké. Maar wel een beetje op deze stijl. Ja. En jij hebt ze gevraagd, dromen, wat zij laten willen. Wat is jouw droom voor, weet je, komt er dan een boek over 10 jaar nog eentje uit of over 5 jaar? Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ja, ik blijf sowieso binnen de school fotograferen en leerlingen volgen. Ja. En wie weet komt er een 20+5 boek. En kijken hoe het verder met ze gaat. Ja, dat zou ik wel graag willen doen. Ja. Heb ik een vraag vanuit het publiek? Jee, kijk, ik kom eraan met de microfoon. Nee, ik heb hem nodig, want... Nou, een kleine regel. Dankjewel. Zijn foto's online ook te zien? Op mijn website zijn er een paar te zien. keesglasteravanloon.com ja. En in het boek. 24,95. Yes. Bij die kinderfoto's, wordt er ook een connectie gemaakt naar de studenten zeg maar, die nu op school zitten, naar zeg maar, een terugverwijzing naar de kinderfoto of andersom? Ja, dus de kinderfoto, daar staat, hebben ze hun naam zelf ondergeschreven en er staat een nummer. Dus de nummer 1 is Mohammed en dan is hij ook de nummer 1. Hier zien we de school en dan gaan we de school in en dat begint dan met nummer 1 en dat is Mohammed. Dus de kinderfoto. En hier zien we Mohammed voor de school in dit geval. Hij staat te roken, maar gelukkig zit zijn sigaret precies achter zijn hand. En dan in het derde deel is Mohammed ook weer de eerste van de portretten. En dan vertelt hij dat hij kapper wil worden en dat hij hoopt dat hij een beroemd kapsel gaat ontwerpen. Tof. En dat dan 20 keer. En die volgorde blijft zo? Ja, die volgorde is steeds dezelfde. Yes. Heb je ook de pasfoto's geschoten? Nee, die kinderfoto. De tweede en derde deel heb ik gemaakt. Maar het eerste deel, dat hebben ze mij opgestuurd. En dat zijn foto's die gemaakt zijn in het land waar ze vandaan komen. Want ze komen dus allemaal vanuit allerlei landen, vanuit de hele wereld. Nee, dit is de jongen met de vingers. Deze komt dus niet in het boek, want hij stond weer zo. Nee, maar de schoolfoto's. Gewoon, je moet elk jaar schoolfoto's bouwen? Pasfoto's? Nee, pasfoto's doe ik niet. Maar het jaarboek wel. Heb ik portretten en klassenfoto's voor gemaakt. En dat komt dan zo meteen als de leerlingen examen hebben gedaan en een diploma krijgen, krijgen ze een jaarboek mee. Dat zijn ook mijn foto's. Ja. Ja, prachtige foto's. Wat me vooral opvalt is, in mijn herinnering is de middelbare school eigenlijk één grote pose. Ja. En nou, dit is een voorbeeld waarbij je dat ook terugziet. Maar de rest van de foto's die we hebben gezien, zie je eigenlijk een heel natureel beeld. Ja. En mijn vraag is eigenlijk, hoe krijg je dat voor elkaar? En is het bijvoorbeeld van invloed dat jij die leerlingen zelf al in de klas hebt gehad? Ja. Ja, dit is dus een voorbeeld van een foto die juist niet in het boek kwam, omdat ze steeds gingen poseren. En die jongen is uiteindelijk wel in het boek gekomen, omdat hij dus niet meer ging poseren. En dat is, ik denk dat het enorm helpt dat ze me kennen. En ze kennen me ook als de meester met de fotograaf en met de fotocamera. En ja, ze weten waar ik mee bezig was. Ik liet ze ook heel regelmatig zien wat ik aan het doen was en wat de bedoeling was. Dus op een gegeven moment dachten ze ook van, nou, laat het maar lekker gaan. En het kost even tijd, maar dat is gelukt, geloof ik. Ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd naar wat het soort van uiteindelijke doel is van het project. Wil je iets losmaken bij bepaalde mensen? Of wat wil je dat? Wat voor gevoel moet ik krijgen als ik het boek opensla? Wat moet het bij mij bewerkstelligen, zeg maar, uiteindelijk?
ik hoop dat het gevoel dat je krijgt is dat je denkt van wat een leuke school, daar zou ik ook wel op gezeten hebben willen, op hebben willen zitten. Ja, dat eigenlijk vooral. En dat het allemaal niet zo negatief is als wat je in de media meestal tegenkomt. Laatst ook in de NRC allemaal grafiekjes over nou ja, de allochtone leerlingen die op het VMBO zitten. En, ja. Ja, het is meestal niet heel het wordt er niet vrolijk van. Dus ik hoop dat het een vrolijk en hoopvol boek is. Ja. Wat voor effect heeft het op de andere leraren? Hoe staan die er tegenover? Vinden ze jou fijn met je kamer? Vinden ze jou is het De school heeft mij, de directeur van de school heeft me altijd heel erg gestimuleerd en dat is heel fijn. En zij heeft dus ook meebetaald aan het boek, want zo'n boekdruk is natuurlijk erg duur. En ze heeft vorige week, kregen alle medewerkers een boek en ik heb erg veel positieve reacties gekregen. Gelukkig, want als de docenten zelf helemaal niks vonden, dan denk ik dat er ook iets mis was. Maar nee, men vond het mooi. En, Is er ook iets wat je hen wil meegeven, behalve dat boek, een boodschap, een droom die zij misschien los hebben gelaten, maar hierdoor weer kunnen vinden? Nou ja, misschien dat sommige oude ingekakte leraren misschien weer een beetje denken van, oh ja, het is eigenlijk best leuk wat we doen. Ja. Want het is heel leuk wat we doen, dus ja. Maar ik geloof dat de meeste docenten dat ook wel weten en zien. Ja. Heb je dat zelf bijzondere... een favoriet onder de foto's? Ja. Ja, dat is die dat ze aan het tafelvoetballen zijn in het, tijdens een school. Die hele spannende foto. Oh ja, deze. Ja, ja. Wat maakt dit jouw favoriet? Nou, dat die jongen in het midden zo in zichzelf gekeerd staat. En dat heb ik vaak in foto's. Dus sommige gebeurt heel veel in drukte. Maar heel vaak ook dat meisje er net met haar hoofd op de tafel. Heb ik het idee dat ze toch nog weer een beetje in hun eigen land zijn. Bij hun vrienden van vroeger. Of, ja. Want was dit, omdat het je afstudeerproject was, een uitstapje of fotografeer je altijd mensen, jongeren? Mensen sowieso, ja. Mm-hmm. En als leraar heb je veel vakanties, dus ik reis veel. Marokko, Ethiopië. Deze zomer ook naar Ethiopië. Daar fotografeer ik ook veel. En mensen, ja, geen landschap of zo. Altijd mensen. Altijd mensen, ja. Ja. En mensen die ja, doen wat ze aan het doen zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, het lijkt me fantastisch als we bij het boekje kopen. Maar ook als wij over 10 jaar, misschien wel 5, en dan nog een keer 5, een vervolg kunnen hebben op het boek. Om te zien hoe het kapsel bijvoorbeeld is uitgekomen, wat er met dit gemaakt. Ja, misschien zijn ze allemaal kaal. Ja, of ja. Dat. Heb ik nog een vraag? Yes. Ik heb er nog 2. Mag ik eerst niet dat op? Nou, ik vraag me af, want die studenten die komen daar en die zijn niet Nederlands sprekend. Maar zijn dat dan ook echt vluchtelingen die dan net in Nederland zijn aangekomen? Of hoe kom je dan precies zeg maar, op die school terecht? Alle leerlingen die in de middelbare schoolleeftijd, dus tussen de 12 en de 18, Nederland binnenkomen, Amsterdam binnenkomen, worden bij ons op school geplaatst of op een van de 2 andere scholen die dit onderwijs geven in Amsterdam. En dat zijn vluchtelingenkinderen, maar dat zijn ook kinderen die met hun ouders hier komen of dat hun vader of moeder een Nederlandse partner heeft of allerlei redenen. Ja. In het boek staat ook achterin een overzichtje van de leerlingen die we hebben. En de Bulgaren is de grootste groep op dit moment. Syriërs is een grote groep. Brazilianen. En ook een heleboel landen waar dan 1 leerling vandaan komt. Ja. Allerlei redenen. Ja, over dromen gesproken. En zeg maar dat je professioneel op wilde toeleggen op het fotograferen. Ga je nou ook minder lesgeven? En om hier meer toe te leggen? Ik werkte altijd fulltime, 5 dagen per week. En toen ik de academie begon 3 jaar geleden, ben ik 4 dagen gaan werken. En ik werk nu 3,5 dag. Hou ik voorlopig zo. Maar als het goed gaat met de fotografie en als ik wat werk kan verkopen, opdrachten krijg, dan ja. Maar ik denk wel dat ik altijd, tot mijn pensioen nog op de school ook blijf. Ja.
Dat is altijd de meeste case. Ja, altijd voorlopig de meeste case. Blijf ik de meeste. Ja. Meester Kees, de fotograaf, ja. En mocht hij dan moet je met pensioen, dan kan je altijd zeggen, oké, nu ga ik fulltime voor de fotografie. Ja, ja, ja. En misschien kan je dan lesgeven in fotografie. Nou, dat wil ik sowieso ook. Workshops met die leerlingen, samen gaan fotograferen, dat staat ook wel op het programma voor komend jaar, ja. Ja. Dus het blijft toch altijd Meester Kees? Ja, ja, ja. 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 Mag ik dan alsjeblieft een heel warm applaus voor Meester Kees? Als je wilt, kom je zo meteen naar alle gasten naar ons toe. Als we gezellig aan het borrelen zijn, dan fixen we. Behalve dat je je e-mailadres achterlaat, kan je ook een boekje kopen. Beneden binnen, boven betalen. Of als je cash bij je hebt, kan je meteen een boek kopen. Toehoef! Ik vind dit leuk. Vinden jullie het ook nog leuk? Yes. Ja. Very interesting. Ja, ik moet dat soms even uiten. Alright, en dan gaan we nu naar een andere dame die ik ook, ik vind het super tof, ik vind het super leuk. In dit geval is de invalshoek het verbinden van Afrika en het Westen. En het is een vooral de opkomst van de Afrikaanse mode-industrie. Dus het is ook iets waarvan ik denk, wauw, en Afrika's toekomst. Maar ja... Ik heb heel wat vragen voor haar. We moeten er gewoon bij halen. Mag ik alsjeblieft een heel hard applaus voor Nsimba Valer. Maar jij kwam ook met een hele leuke invalshoek, dus ik dacht misschien moeten we daar eerst mee beginnen en dan vraag ik zo meteen wel het muziekje. Klopt, right? Ja, deze quote. Yes. Ja, ik vond het wel mooi om in eerste instantie een quote te nemen van een westerse persoon, omdat het heel erg gaat over open-minded zijn ook wel. En dan, zeg maar, de beelden die hierna komen zijn allemaal Afrikaanse beelden, maar het is wel relevant voor ons. En deze man heeft het eigenlijk over hetgeen waar ik mee bezig ben. Of wat ik wil bewerkstelligen, zeg maar. Dus ik vond het mooi met die manier. Want wat wil jij vooral bewerkstelligen? Ja, eigenlijk mensen voorzien van nieuwe inzichten, creatieve oplossingen. En dan wel Inspired by Africa. En dan met mijn platform ben ik dan weer heel erg gericht op mode in Afrika. Maar de visie erachter kan je veel breder trekken en ook op verschillende gebieden en industrieën toepassen. Want jij bent afgestudeerd trendonderzoeker en conceptontwikkelaar. Ja. Titel. Ja, een beetje vage titel. Ja. Maar ik ben inderdaad afgestudeerd als trendonderzoeker en conceptontwikkelaar. En ik heb vanuit mijn opleiding dus eigenlijk altijd geleerd om vanuit een soort van insights naar oplossingen te kijken. En ik heb er toen zelf voor gekozen, ook omdat het een vrij nieuwe opleiding was, om er een beetje mijn eigen draai aan te geven. En omdat ik opgegroeid ben in Nederland, maar altijd een verbinding heb gehad met mijn roots die in Congo liggen, ja, heb ik mijn opleiding eigenlijk een beetje zo gevormd naar iets wat gewoon mij vertegenwoordigde in een landschap waar je toch gewoon een soort van unieke voordeel moet, ja, een podium moet geven en mijn unieke voordeel in dit, ja, want ja, je bent van Afrika voor mij dan, mijn verhaal. Je bent heel veel gereisd hiervoor, vooral West-Afrika. Ja, Ghana eigenlijk, ja. Veel Ghana, en op een gegeven moment dacht je, wat zag jij dat jij dacht, oké, hier wil ik een podium aanbieden wat nog geen podium heeft. Ja, in eerste instantie ben ik dus gaan reizen omdat ik wou afstuderen in Afrikaans land en ik koos toen Ghana omdat het gewoon heel erg makkelijk was voor mij. En ik ben toen gaan afstuderen voor Flisco. Misschien zijn er mensen mee bekend. Dat is een Nederlands textielbedrijf die dus produceert voor de Afrikaanse markt. En in West-Afrika ook heel groot is. En toen heb ik daar een afstudeerproject gedaan wat gefocust was op een opkomende middenklasse. En hoe zij dus omgaan met mode. En ook op het gebied van retail gekeken naar hoe dus Flisco daarop kon inspelen. En veel meer vanuit een Afrikaans perspectief met oplossingen kon komen. Omdat ze wel hier in Nederland zitten en ze hebben daar wel team. Maar het hele brand innovation gedeelte wordt eigenlijk vanuit, ja, Amstelveen gevoerd. Dus ik was een soort van de... Ja, Amstelveen. Ik was dus zeg maar een soort van de ogen in het veld voor hun. Dus zo ben ik eigenlijk in Ghana terechtgekomen vanuit mijn afstudeerproject.
En na dat project heb ik dus een baan aangeboden gekregen bij Frisco ook. En toen ben ik een trendonderzoekafdeling gaan opzetten. Dus zij is eigenlijk voor het eerst vanuit Afrikaans trendonderzoek dus ook echt Afrikaanse producten gaan maken. Ja. En dat heb ik toen een tijdje gedaan. Op een gegeven moment was ik eigenlijk een beetje klaar mee, want ik ging wel een paar keer op en neer. Maar in Amstelveen zat ik voornamelijk achter mijn bureautje en ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon meer onderdeel zijn van die context. Mm-hmm. En toen heb ik op een heel goed moment ontslag genomen. Ben ik daar weggegaan. En toen ben ik dus eigenlijk terug naar West-Afrika gegaan en meer een beetje gaan connecten, netwerken, zelf trendonderzoek doen. Gewoon heel veel kennis vergaren. En uiteindelijk ben ik een eigen kledinglijn gaan opzetten. Heb daar een hele productie opgezet, ook een heel traject en dingetjes. Dat is Libaya, dus ik produceer vrouwenkleding, voornamelijk tops, in samenwerking met lokale telers. Mm-hmm. En het visie was eigenlijk, ik reis heel vaak op en neer en dan had ik wel eens blouses als dit aan. En dan zei iemand, oh, heb je dat bij de Zara of H&M gekocht? En dan zei ik, nee, ik heb dat in Afrika laten maken, Ghana. En dan was het, ja, maar is toch helemaal niks Afrikaans aan? Ja, maar daar gaat het ook niet om. Ja, want er wordt heel vaak gedacht natuurlijk, dat het is in Afrika gemaakt, dus is een Flisco print. Ja, precies. En ik wou dus eigenlijk laten zien dat mode uit Afrika ook gewoon onderdeel kan zijn van je dagelijkse kledingkast. En dat het ook gewoon al meedoet met waar wij allemaal mee bezig zijn. Ja. Dus dat minder in een hoekje stoppen. En vanuit dat idee is ook mijn merk tot stand gekomen. Er zit wel meer achter, maar dus gewoon made in Afrika onderdeel maken van ook de westerse context. Mm-hmm. Niet in het stereotype beeld van, oh, Afrika leuk met printjes. Ja. En daarnaast ook een platform om wel het Afrikaans verhaal te vertellen. Dit is dan een beeld wat ik voor het eerst hier in Amsterdam heb geschoten met een fotograaf. Mm-hmm. Maar dat andere beeld heb ik in Ghana geschoten met een Ivoriaanse fotograaf. Dus in de campagnes en lookbooks probeer ik ook echt te connecten met lokale fotografen, niet alleen uit Ghana. Om ook te laten zien dat je dus kan samenwerken met heel veel toffe lokale creatieven die op hetzelfde niveau als mensen hier creëren. Ja, want is er volgens jou, is er heel veel het idee, ja, maar hè, Afrika, die moeten nog daar komen. Wij zijn hier al, zij moeten er nog komen. En jij laat nu zien, nee, wij zijn er ook al. En je moet gewoon... En eigenlijk misschien nog een beetje, ik kan zeggen, nog iets verder. Tuurlijk, wij zijn er ook al, maar ik geloof er ook in dat zij op bepaalde gebieden ook nog voorlopen. Als we het hebben over storytelling, storytelling, dat is iets wat gewoon heel erg diep ingebonden zit in Afrikaanse cultuur. Je vertelt verhalen om met elkaar te verbinden, zeg maar. En dat zijn wel bepaalde dingen waarvan ik vind dat wij weer heel veel kunnen leren, zeg maar. En heeft dat ook verband met fashion dan? Ja, zeker. Waar? Zeg maar, fashion als een tool om verhalen te vertellen en mensen met elkaar verbinden. Dat doe ik in principe ook met een merk als Libaya. Het is een, Libaya betekent overigens een op maat gemaakte vrouwentop in Lingala, wat in taal is uit Congo. Mm-hmm. En dus het feit al dat je een top draagt en dat je kan zeggen dat het is van Libaya, dat is de Congolese taal, dus je wordt al verbonden met Congo in die zin. En er zit ook nog een verhaal achter, want Libaya betekent dus een vrouwentop. En veel Congolese vrouwen, die traditionele stijl is zeg maar het accent op schouders. Dus als je ook naar mijn stijlen kijkt, dan zie je dat er vaak zeg maar cut-outs in zitten of dat het off-shoulder is. Dus het is ook nog een traditioneel Congolees verhaal wat jij draagt, zonder dat je het misschien doorhebt. Dus op die manier verbind ik dus toch mensen ook aan een heel Afrikaans verhaal. Zonder dat je nogmaals per se die stereotyperende puntjes waar we het over hebben. Ja. Of waar ze het heel vaak over hebben. Ja. En over connecten gesproken en over, want je gaat daar naartoe, je ontmoet mensen en op een gegeven moment zie je, er is heel veel, je wilt mensen en werelden met elkaar connecten, dus je bouwt een database. Ja. Kan je ons vertellen, de FOVA? Het is vanuit verschillende drijfveren ontstaan eigenlijk. Enerzijds waren er heel veel mensen die zoiets hadden afleiden. Je gaat er elke keer naar Ghana toe. Wat doe je eigenlijk precies? En je bent met mode in Afrika bezig. In hoeverre is dat relevant? Of wat betekent dat voor mij? En vanuit de industrie hier was het meer van Afrikaanse mode, daar hebben we eigenlijk niets mee te maken. En dat is ook niet echt de kwaliteit of iets wat meedoet. En toen bouwde ik deze database, was eigenlijk een soort van manier om te laten zien dat een hele grote map is van
invloedrijke spelers die of in Afrika of buiten Afrika bezig zijn met het Afrikaanse verhaal. Ja. Dus ik kijk niet alleen naar professionals die in Afrika zitten, maar ook professionals die buiten Afrika met social impact bezig zijn op het gebied van fashion en storytelling masteren, zeg maar. Ja. Maar ook om te laten zien dat we het niet alleen maar over design hebben, maar ook over creative directors, stylisten, mensen met eigen model agencies, noem maar op. Het is gewoon een industrie die serieus mee wil doen. En ook in de landen zelf probeert economisch een impact te maken. Dus het is niet even laten we met z'n allen even leuk geïnspireerd raken door Afrika. Een trendje neerzetten ja, en dan weer verder. Er zijn daar gewoon heel veel zeg maar partners waar je mee aan de slag kan gaan en kan innoveren. Dus dat is een beetje het doel. Je database telt nu 28 leden? Ja, zoiets denk ik. Ja. En counting, of course. Ja, ja, we zijn er druk mee bezig. Het is best wel veel. Ik heb toevallig al een vraag vanuit het publiek. Nou, wat kan je zien als ik op deze mensen klik? Als hij op deze mensen klikt? Als je op een profiel klikt, dan krijg je in eerste instantie een profielfoto. En dan krijg je aan de ene kant krijg je een linkje met de website van die persoon, alle social media, dus je kan meteen doorklikken naar hun eigen platformen. Aan de andere kant krijg je hun nationaliteit en waar ze zitten, dus het land. En dan heb je eronder eigenlijk een soort van verhaal, niet echt een Wikipedia-biografie, maar wel meer storytelling, inspirerend wat ze doen, wat ze allemaal ook hebben gedaan. En dan eronder kan je of een video zien of een foto. Met een quote van waar die persoon voor staat of wat ze doen. Ja. Dus het zijn gewoon echt profielen. En er komt de volgende stap, dat is misschien ook interessant te zeggen. Het was voor mij, wou ik eerst gewoon het zichtbaar maken, want heel veel mensen staan er niet bij stil. Dat er zoveel mensen actief zijn met het Afrikaans verhaal binnen mode. Mm-hmm. En dat die ook heel veel invloed hebben en dat het steeds dichter bij ons gaat komen. Dus ik wou het eerst zichtbaar maken, dat je eigenlijk op zo'n platform komt en denkt, wow, het zijn echt super veel mensen die gewoon bezig zijn. We zijn ineens allemaal op super hoog niveau bezig. Ja. Dus het zichtbaar maken en vervolgens een soort van interesse kweken van oké, ik wil connecten, weet je, wat kan dit betekenen voor mij? En dan natuurlijk dat je gewoon super toffe creatieve samenwerkingen gaat krijgen, steeds meer. Dus even zichtbaar maken, begrijpen en dan mee willen doen. Ja. Goed. Dat is dat. We have a question. Yes. Ja, hoe selecteer je de mensen voor je platform en hoe bewaak je de kwaliteit? Ja, dat is een hele goeie. Ik kijk dus zeg maar, in principe moet het, omdat het doel van de database van het platform was om dus een link te leggen tussen de Afrikaanse mode-industrie of de mode-industrie geïnspireerd door Afrika en het Westen. Mm-hmm. Dus het zijn wel allemaal mensen die zeg maar in deze context, in de westerse context ook al actief zijn of in ieder geval een link hebben. Dus niet mensen die alleen maar lokaal bezig zijn. Daarnaast kijk ik heel erg naar storytelling, omdat ik fashion als een tool zie om, om verhalen te vertellen, om mensen te raken, mensen te inspireren. Dus de storytelling aspect zit er ook echt in. En gewoon kwaliteit van de producten, van de services. Dat zijn wel een soort van maatstaven. En je hebt het eerder inderdaad gehad over de westerse kijk erop. Ja. Wat is die westerse kijk, wat typeert dat? Of wat? Misschien dat iets waar ik soms ook nog wel eens mee struggle, omdat ik het woord vaak wel gebruik. Mm-hmm. Afrikaanse mode is eigenlijk iets waar we van af moeten. De term Afrikaanse mode, wat is dat eigenlijk? Ja. We plakken heel snel een soort van Afrika voor bepaalde dingen. Weet je, Afrikaanse fotografie, Afrikaanse mode, Afrikaanse kunst. Afrikaanse continent, ja, je hebt landen in Afrika. Precies, ja, dat zegt eigenlijk heel erg weinig. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook een soort van westers perspectief, dat Afrika altijd in een soort van box wordt gestopt van dat is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. En daarom vond ik het ook belangrijk om in de database dus dat je echt te laten zien dat je vanuit landen kan kijken wat mensen doen. Om het dus echt een beetje te verdelen in verschillende landen. Mm-hmm. Een westers perspectief van nog meer. Ja, dat mensen, zeg ik elke keer, mensen zien het Afrikaanse continent soms nog steeds. Dat is een heel erg ver, exotisch iets waar ze bijna niks mee te maken hebben. Terwijl de invloed die het aan het hebben is al eigenlijk enorm groot is. Maar mensen hebben het niet door. En het ook bijna een soort van must is voor heel veel bedrijven om zeg maar open te gaan staan voor
Afrika is één van de continenten, maar weet je, als je kijkt naar landen zoals China, India en Nigeria, over 30 jaar zijn die de grootste populaties. Wat betekent dat voor de consument? Wat betekent dat voor de nieuwe face of fashion? Hoe mensen eruit gaan zien? Wat voor verhalen mensen behoefte aan hebben? En daar heb je best wel een traject voor nodig om al open-minded te gaan zijn en vanuit verschillende contexten naar storytelling, brand communications te kunnen kijken. Dat je er goed in kan stappen. Ja, dus ik denk dat, en ik gebruik dan Afrika als een middel om die kant op te gaan. Mm-hmm. In die zin heb ik het idee dat mensen nog niet echt heel erg door hebben wat voor grote invloed het eigenlijk al heeft op onze toekomst. Want jouw eigen merk, dat wordt geproduceerd in West-Afrika. Ja. En is dat voor jou een must? Ja. Wat? Omdat ik dus, ja, ik ben het gaan maken omdat ik daar al mijn kleding heel vaak maakte. En omdat ik ook zag dat je heel veel lokale telers hebt die gewoon super veel talent hebben en ook gewoon nog steeds met zoveel passie bezig zijn. En dat mis ik hier gewoon, want als ik hier naar zo'n Haarlem of van Zara ga, ja, weet je, dat is het gewoon passieloos product. Dus dan ja. Verder no offense, weer oud als wat. Maar je hebt gewoon mensen die nog met zoveel passie bezig zijn. Mm-hmm. En ja, dat wil ik gewoon onderdeel maken van mijn brand. Passie en een eerlijk product. Ja, ook. Eerlijk product en ook gewoon die verhalen vertellen. Ja, dat is het. Is het moeilijk om die eerlijkheid van zo'n product te bewaken? Ik bedoel, van als ik voor 10 mensen shirts moet maken, prima. Ja. Maar wat nou als ik 1000 of 10.000 mensen heb die Libaya aan willen? Het is heel erg moeilijk, want ik heb nu dan tot nu toe, hou ik het ook nog heel erg klein, omdat ik er zelf bovenop moet zitten. Dus ja? Tijdens de workshop, bij elke workshop en bij elke trainer ben ik er eigenlijk bij. Niet bij elke top, maar ik moet continu wel in het veld zijn. Ik heb niet of zo een management die in de workshop nu alles bewaakt. Dus mm-hmm. Met elke productie ga ik terug, omdat ik nog heel erg die uitwisseling wil hebben met de mensen daar. Maar op een gegeven moment moet ik er wel anders naar gaan kijken. Het is nog heel erg persoonlijk of zo, denk ik. Ja, dus nu kan je dat nog doen. Ja, ja. Maar om terug te gaan naar het connecten, mm-hmm. Gaat het voor jou vooral dan over connecten met het Westen en dan Nederland? Of mm-hmm. Wil jij echt dat everybody overgooit? Het is zeker niet het Westen en dan Nederland. Dit is voor het eerst dit jaar dat ik eigenlijk iets doe met Nederland. Oh. Ondanks dat ik hier altijd heb gewoond. Maar ik heb nooit echt de verbinding gehad met Nederland. Zeg maar met iets heel erg graag willen doen hier in Nederland. Want? Wat? Want je woont hier. Ja, is dat omdat er al genoeg is? Ja, misschien nee, ik denk het niet. Ik heb vanuit huis sowieso, ik ben zelf in Leusden opgegroeid, ik weet niet of jullie dat kennen, zo'n dorp bij Amersfoort. Daar had ik altijd heel erg weinig mee. En vanuit, zeg maar, gewoon mijn thuissituatie zijn we altijd heel veel buiten Nederland geweest. Je hebt familie in Frankrijk, je hebt familie in Engeland, je hebt familie in België. Dus Nederland, dat is niet of zo mijn basis in die zin. Ik heb wel een soort van mensen dat je altijd. Zie je dat dan ook terug in jouw database? Dat er meer connecties. Ik zag toevallig uit Nederland dan de jongens van Daily Paper. Ja. Ja, nu nog wel, maar dat is ook denk ik omdat er nog niet heel veel mensen in Nederland met het Afrikaanse verhaal binnen mode bezig zijn. Is dat in Frankrijk of in Engeland bijvoorbeeld wel meer? Ja, zeker. Ja, in Engeland heb je natuurlijk bijvoorbeeld de link tussen Lagos en Londen is heel erg groot. Dus in Engeland heb je een hele grote Nigeriaanse creatieve community die heel erg actief hier aanwezig is. En een paar mensen binnen de database, het zijn ook mensen die tussen Londen en Lagos inwonen. Dus in Engeland heb je bijvoorbeeld dan veel meer creatieve mensen die met mode uit Afrika bezig zijn. Of gewoon hier mode en toch wel die connectie zoeken met het Afrikaanse verhaal. Zoals Tiny Tempa, die artiest, die heeft vorig een paar weken terug zijn collectie geshowcased in Lagos. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, denk je, dus je hebt ook steeds meer artiesten die teruggaan naar de roots en zien van hé, daar is ook een hele creatieve industrie die moeten daar gaan showcasen. Maar ben je niet bang dat het een trend is? Want nu, er is ook heel vaak de spreuk, volgens mij heb jij ook inderdaad, the future is female and African. Ja. En dat is tof, en I love it, I live for it. Maar hoe zorg je dat dat niet alleen een trend is en over 2 jaar denkt iedereen, oh ja, dat was leuk en nu is het India. Ja, het is sowieso geen trend. Ik zei het al eerder, wat ik al best wel
tricky vind, is dat wanneer we het hebben over het Afrikaans verhaal, hoor je heel vaak al Africa's Rising. Ik vind dat een beetje apart. Want voor mij was het er gewoon. Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in Afrika. Ik heb nooit gekeken naar het continent als een heel zielige plek. Mm-hmm. Waar ik naartoe kan of waar ik niks mee kan. Dus in die zin, het is rising omdat er opkomende middenklasse is. In bepaalde landen gaat de economie beter, et cetera. Maar de context was er al. Dus voor mij vind ik dat lastig. Een statement als the future is female and African, dat is heel erg persoonlijk, maar dat is meer vanuit, ik ben zelf Afrikaans, ik ben een vrouw, ik ben het in ons, nee. Maar, you got a bet on yourself. Maar ik heb dus zeg maar, als ik kijk naar mode, vind ik dat waar we, zou ik het even bijvoorbeeld naar de Nederlandse context trekken, als we het hebben over modemeisjes, dan denk je niet heel snel aan een Afrikaanse vrouw. Mm-hmm. En ik vind dat dus in de mode-industrie meer ruimte gemaakt moet worden voor de gekleurde vrouw. Voor de vrouw in het algemeen en gewoon de gekleurde vrouw ook. Die al jarenlang invloed heeft op beauty en stijlen en noem maar op. Maar de props gaan meestal ergens anders naartoe. Dus voor mij was het meer een soort van statement te maken van oké, de toekomst is female and African, want nu... hebben steeds meer donkere vrouwen ook het platform en kunnen zij hun eigen verhaal vertellen in plaats van maar gaan conformeren aan een verhaal die door de mode-industrie wordt gecreëerd. Dus het is ook eigenlijk waar wij vanuit het Westen heel vaak denken, they need to catch up, we need to catch up. Ja, want ook met de stijlen, dus die gaat nu heel erg over mijn merk Dubai, maar ook over de stijlen. Ik had toen een off-shoulder staan en toen zei iemand tegen me, ja, maar dat is helemaal niks Afrikaans aan. Ik zag dat... die dragen, dat is gewoon mijn westerse trend. En ik uitleg van ja, maar mijn oma droeg dit 30 jaar geleden. Weet je, off-shoulder. Mm-hmm. Je hebt in Congo ook gewoon een term, Bukamapika. Dat betekent ook off-shoulder. En heel veel oude vrouwtjes dragen dat. Dus dat is hier dan een hele nieuwe trend. Maar in die context is het gewoon iets waar mensen ook bekend mee zijn. Dus in die zin is het ook gewoon een beetje laten zien van hey, deze mensen doen eigenlijk al jaren mee, zonder dat je het misschien doorhebt. Mm-hmm. Omdat die zeg maar referentie nooit, zeg maar, nooit wordt gebruikt als een referentie hier. En then, there you are, geef je ons die referentie en die database. En ja, the future is female and African. I'm here for it. Good. Mag ik nogmaals de website, want de database, kunnen wij daar nu al wat mee trouwens? Ja, je kan erin. We zijn nu bezig met een blog, dus vanuit dat ik een trendonderzoek achtergrond heb, wil ik dus ook een platform creëren waar ik dus ook echt wel op het gebied van trendswatching en forecasting bepaalde visies deel. Ja. Dus dat gaat er ook nog aankomen, maar je kan er zeker al in, het staat gewoon online en het is maandelijks wordt dat dan steeds groter. Alright. Ja. En er komt ook nog een podcast aan waar ik dus echt in gesprek ben met heel veel Afrikaanse professionals, dat je kan ook niet alleen kijken, maar straks ook luisteren naar wat de mensen te vertellen hebben. Dus, kijken, luisteren, dragen. Nog meer verbinding. Ja. Mm. Dus ja. Hou het in de gaten. Mm. Heb ik nog een vraag? Mag ik dan alsjeblieft een heel hard applaus voor deze dame? Thank you. Alright. En dan ga ik volgens mij naar de best of web number 2. Ik had een heel grappig filmpje. Ja. Want we hebben het vandaag natuurlijk over storytelling gehad. Ja. En ik kwam deze tegen. Het is van een female platform in Berlijn. Het heet OU Women. En zij willen een beetje vrouwelijke topics op een leuke manier, zeg maar, die dialoog aangaan. Mm-hmm. En dit filmpje vertelt zich over het inkomensverschil tussen man en vrouw. In Nederland is het volgens mij 19%. En ik denk dat zij op een hele goede manier die boodschap, zeg maar, overbrengen. Van ja, dat het verschil nog steeds is. Let's go. Chef with his little tool wouldn't make you drool. That's what you're going to say. A musician with his flute is probably of no use. He sucks, but he gets his pay. A pilot with his chopper, a manager with his pecker, a judge with his hammer. We don't work with a member. We don't do our jobs with our cups. No, we don't do our jobs with our cups.
Is there anybody who's offended by all these penises on the screen? Goed. Ook interessant geweest. Kijk in het future. Ja, je kaart. Ik ga ervan uit dat het een man was. Heel slecht. Anyhow, we gaan naar een man die zijn werk overigens ook gewoon doet vanuit. Hè, niet met spanning. Volgens mij. Ik vind het echt een superleuk filmpje eigenlijk. Dit wordt ook weer een brug tussen moderne kunst vooral en feestvierders. En het is echt een super tof concept. En wie weet ga ik er mijn feestje vieren. Wat? Ik ga hem gewoon erbij halen. Hij gaat ons meer vertellen. Mag alsjeblieft een heel hard applaus voor Matthijs Boy. Nee? Kasper Schimmer. Yes, ik had het nog doorgekrast. Kasper Schimmer. Getekend. Ja, ik dacht ik ga jou dan tekenen zodat ik nog zie van hé. Hey. Maar nee, het werkt niet, want je zit hier gelukkig gewoon. Kasper, super. Kasper, waar luisteren we naar? De nummer 1 van dit moment in de top 40. Echt? Ja, ik heb het opgezocht. En waarom heb je de nummer 1? Nou, Patty Morgan is helemaal bij de tijd. Dus. Patty Morgan. Wie is Patty Morgan? Ja, Patty Morgan is natuurlijk een soort mythisch figuur. Mm-hmm. Ik kan het misschien niet helemaal vertellen hier, maar Patty Morgan staat eigenlijk voor de chique gallery bitch in Londen, die een hele ontoegankelijke galerie heeft, maar mm-hmm. tegelijkertijd ook voor iemand die in de middle of nowhere in de VS in een trailerpark tekeningen maakt. So Patty can be en dat willen wij ook zijn. Dat zijn jullie ook? Ja. Oké. Hoe dan? Nou, door opkomende kunstenaars die hedendaagse kunst maken te vertegenwoordigen op een manier waarvan wij denken dat dat nog onvoldoende gebeurt. Namelijk door ze op plekken te brengen waar ze nu nog weinig gezien worden. Mm-hmm. En door ze nieuwe kanalen te geven waar ze hun werk kunnen verkopen. En plekken waar ze nu nog niet genoeg te zien worden, is dat van die fancy gallery places of juist op de Pakhuis de Zwijger bijvoorbeeld? Ja, liever Pakhuis de Zwijger. Mm-hmm. Kijk, de fancy gallery places die zijn wel goed gevuld. Mm-hmm. En daar is een handjevol kunstenaars goed vertegenwoordigd, die kunnen daar ook hun geld mee verdienen. Die verkopen hun werk voornamelijk aan verzamelaars. Ja. Want om die prijzen te kunnen betalen moet je ofwel een beetje gek zijn of gewoon veel te veel geld hebben. Mm-hmm. Dus dat is maar een klein groepje. Maar er zijn ongelooflijk veel kunstenaars die niet of nog niet opgepikt zijn door die fancy galleries, maar wel waanzinnig werk maken. En dat werk dat willen wij dus onder de aandacht brengen. Het is vaak ook nog, of eigenlijk altijd nog een stuk betaalbaarder. Heeft absoluut wel een belofte in zich. En wij denken dat dat werk eigenlijk veel interessanter is dan het werk in de fancy galleries. Want is dat, je bent zelf ook kunstenaar? Ik ben ontwerper. Je bent ontwerper, is toch ook een kunstenaar? Nee, ik zou dat wel graag willen zeggen, maar dat vind ik toch echt iets anders. Okay. Ja. Ik denk wel eens dat elke ontwerper misschien wel stiekem kunstenaar zou willen zijn, maar dat eigenlijk niet durft. Oké, okay. Dus jij durft het over 20 jaar als je... Zou mooi zijn, ja. Oké, okay, nee, maar terug dan naar wel de kunstenaars. Waarom? Hoezo is dit bij jou gaan kriebelen? Nou, Het liep een beetje zo. Teddy en Tim die vonden elkaar, geloof ik, met tegelijkertijd precies hetzelfde idee. Mm-hmm. Bij Matthijs en mij, we zijn 4 jaar geleden begonnen met Patty Morgan. Inmiddels zijn we met z'n 3 Bertine erbij. Dat moet ik altijd even netjes noemen. Matthijs die had als kunstenaar, zag hij dat hij op Instagram vrij veel volgers had. En veel mensen die zijn kunst daar waardeerden. En het was voor hem ook heel makkelijk om zo nieuwe kunstenaars te vinden. Mm-hmm. Maar hij zag ook, ja, het is geen kanaal waar je
makkelijk je werk verkoopt. Dat is inmiddels wel iets veranderd en misschien zijn er ook wel kunstenaars die nu voornamelijk via Instagram verkopen. Maar tegelijkertijd was ik als kunstliefhebber op zoek naar kunst die ik kon betalen en ook nog eens goed vond. En toen liep ik er tegenaan dat je die in galeries niet vindt, want dat kan ik sowieso niet betalen. Daar word je ook eigenlijk weggekeken. Ja. En ik vond dat geen prettige ervaring. En online viel het me eigenlijk ook heel erg tegen hoe je daar werk kunt vinden naar je smaak. En toen, nou ja, dat was dus eigenlijk, wij kwamen samen en begonnen daarover te praten. En toen dachten we, laten we dat dan gaan doen. Jullie verlagen dan eigenlijk een beetje de drempel naar kunst. Want dat ik het niet kan betalen heeft niet te betekenen dat ik het niet zie of dat ik het niet mooi vind. Klopt. Maar waarom denk je dat die drempel zo hoog is? Als ik een gallery zie dat ik denk, ik vind het mooi, maar ik mag daar niet naar binnen of zo. Terwijl ik mag overal naar binnen. Gewoon. Toch? Nou ja, het is voor een deel is het een spel. Mm-hmm. Ik heb wel eens van een rijke verzamelaar gehoord dat op het moment dat je rijk bent, dan is er een kaartje wat je kunt kopen en dat is het ticket to the art world. Mm-hmm. Dus je kunt doordat je je manifesteert als kunstverzamelaar, kom je ook ineens op die bijzondere feestjes. Heb je toegang tot een select gezelschap waar een soort, spanning zit daarin. Yeah. De kunstenaarswereld, er gebeuren gekke dingen, is exclusief. Dus dat snap ik allemaal wel. Maar het feit dat jij niet die galerie binnenstapt, dat is natuurlijk gewoon hartstikke zonde. Yeah. Dus ja, deels begrijp ik de mythe eromheen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik dat het gewoon veel meer ook naar andere plekken toegebracht moet worden. En laat het daar dan maar ontstaan, die kunstwereld. En laat die maar exclusief blijven, maar dan in ieder geval wel toegankelijk exclusief. Dat klinkt een beetje vreemd, dat is een tegenstelling. Mm-hmm. Maar in ieder geval dat je niet rijk daarvoor hoeft te zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Je moet je wel openstellen voor iets anders dan de gewone wereld. En dan is er de zomerwinkel. Het antwoord? Misschien? Nou ja, de zomerwinkel is eigenlijk voor ons een heel logisch gevolg van het feit dat wij eigenlijk voornamelijk online begonnen, maar dat mensen toch kunst gewoon in het echt willen zien. Ja, tuurlijk. Wilt kijken dichtbij, is het wel echt zo mooi? Klopt het kleurtje? Ja, precies. En de zomerwinkel is eigenlijk een gevolg van het feit dat wij in Amsterdam-Noord ineens een plekje hebben waar we ook een winkeltje kunnen inrichten. En daar gaan we ook gewoon shows doen hoor, dus het wordt ook, we gaan er ook dingen cureren en dat is dan misschien soms weer wat moeilijker of wat meer thematisch. Maar voor de zomer dachten we, laten we gewoon een winkel helemaal vol hangen met de gekke kunst en zoveel mogelijk mensen daar naartoe trekken. En nu hebben jullie een super dope actie, waar ik overigens waarschijnlijk gebruik van wil maken. Ben je tussen 22 juni en 31 augustus jarig? En dan kan je je verjaardag daar vieren. Right? Ik ga het ook doen. Pauline gaat het doen. Super smart, super dope. Er komt ongeveer 100 man in. En de voorwaarde is dat je dan een kunstwerk cadeau moet krijgen, moet kopen. Hoe zit het precies? Nou, de enige voorwaarde van ons is dat je dus in plaats van cadeaus, dat je aan je vrienden vraagt of ze inpitchen, zodat jij dan aan het eind van de avond een kunstwerk kunt uitzoeken uit de zomerwinkel. Okay, dus je gaat ook voor het eerst gewoon, krijg je echt een cadeau waar je echt iets aan hebt. Ja, dus ik kan dan eindelijk een stuk van 3000 euro, weet ik veel, kan ik betalen omdat mijn vrienden inpitchen. Maar moet ik hem dan eind van de avond kopen of kan ik een aanbetaling doen als zij niet genoeg in hebben gepitcht en ik niet genoeg geld had? Ja, dat kan ook. Ja? Mm-hmm. Ik vind het fantastisch. Ik moet heel even hier naartoe, want hoe heb je dit gefixt? Je zag het concept. Dimfy die vertelde mij erover. En toen dacht ik, dat is wel echt een hele leuke originele locatie. En toen heb ik gewoon gemaild met Hubertine en die belde gelijk en die kon alles voor me regelen, zeg maar. Ze zitten heel dicht bij een brouwerij, of bij Oedipus. Dus er kan bier geregeld worden, ja, jij kan het beter vertellen, denk ik. Ja, want krijg jij een mail binnen, doe iemand anders dat? Hoe werkt het? Ja, we zijn niet een hele grote organisatie. Dus de meeste mailtjes wel gewoon zelf binnenkomen. Ja. Maar, Ik heb het nu hierin gegooid, dus als morgen een van deze gasten denkt, oh ja, ik ben toevallig 23e jarig, kan ik jullie bellen en zeggen, het lijkt mij toch om mijn verjaardag te vieren met mijn vrienden. Wat mag absoluut niet en wat mag wel? Alles mag. Je mag het kunst niet kapot maken. Uiteraard. De enige regel. Ja,
Oké. Ik vind het een tof idee. Zit het wel vol? Het zit nog niet vol, maar het loopt wel goed. Ja? Ja, het gaat wel hard. Dat is hartstikke leuk. Ik vind het echt fantastisch. Oké, en ik ben nu helemaal impressed. Ik ben vooral met mezelf bezig nu. We gaan mij zo meteen inschrijven. We hebben nog een grappig filmpje die misschien nog wordt. Ja. Ja. Dan kun je het even laten zien. Martina Menningom. De bank, zeg maar. Die ja. Film. Ja, ja. Goed gaan. Ja. Dat is een werk van een videokunstenaar. Maar het feit dat wij het dus in die context plaatsen en daar eigenlijk een soort, met een, ja, een lichte manier humor aan toevoegen, dat is een heel typische manier waarop wij dat, die hedendaagse kunst toegankelijk willen maken. Oké, dus het is echt voor de everyday Joe, Jane? Nou ja, dat werkt natuurlijk zeker niet. Nee. Maar via zo'n filmpje misschien al iets meer. Oké. En kunnen we even naar de website? Want jullie hebben een website die jij een beetje wil toelichten. En wat mij dan opvalt, en misschien is dat expres een keus. Want weet je, ik had het eerder over inderdaad heel vaak in de moderne kunst of in de kunstwereld. Is alles helemaal gelikt. Galleries zijn gelikt, de website ook. En jullie is het gewoon lekker makkelijk, basic. Is dat expres een keus? Ja, ja, zeker. Ja. Want dat maakt het voor de kijken toegankelijk? Nou ja, je wil natuurlijk online niet ook die elitaire white cube zijn. Mm-hmm. Dus vandaar dat je dat bij ons. Kijk, dit is nog steeds best wel clean gepresenteerd. Mm-hmm. Het werk is eigenlijk heel schoon te zien, maar je ziet wel dat we er soms een opmerking bij plaatsen. Met zo'n tekstballonnetje. Ja, het is een videowerk. Als je zo'n videowerk koopt, krijg je dan ook een tv bij? Dat verschilt. Aan de kunstenaar. Soms kun je het inderdaad inclusief een scherm, maar soms krijg je een USB-stick. En dan wel een mooi doosje. Mooi doosje, ja. Heb ik ondertussen een vraag van het publiek? Ik weet heel toevallig dat het zusje van Teddy die is hier. Totaal niet voor Teddy. Maar die is hier wel totaal voor Patty Morgan. En dan ga ik toch lekker jou op de spot zetten en vragen hoezo. Teddy made me do it. Nee, niet. Maar ik vond het wel heel grappig. Moet ik een vraag stellen? Nee, nou ja. Kijk, Teddy is hier super tof, super leuk. Maar jij kent al zijn fratsen en zijn kunstuitingen. Maar Patty Morgan, wat is jouw ding daarmee? Wat is jouw passie daarmee? Wat zie je daarin? Ga je daar je feestje geven of wil je daar kunst halen? Beide. Nee, ik vind het heel cool wat jullie doen. Ik ben zelf nu aan het afstuderen op de kunstacademie. En onderzoek aan het doen naar de galerie. En ook heel veel galeriehouders gesproken die wel nog heel erg in dat beeld zitten van een hele mooie fancy gallery in een white cube. En dit was eigenlijk een van de weinige projecten die ik tegenkwam die precies niet dat is. Maar waar ik heel erg tegenaan liep was dat toch wel veel galeriehouders gericht zijn op misschien nog een te oude kunstverzamelaarsgroep. En wie was het nou? Volgens mij de hoofd van Art Rotterdam, die zei, er komt een veel jongere groep aan die zich veel meer online beweegt en veel meer online kunst koopt. En mijn vraag is,
Is dat ook zo bij jullie? Hebben jullie ook veel jongeren, veel meer jongere kunstkopers nu? Omdat jullie er in aan zijn? Ja, wij hebben een heel jong publiek. Wat je wel duidelijk ziet is dat goede kunst is niet goedkoop. Ook niet bij ons. Want het kost gewoon heel veel werk om te maken. En dat betekent ook dat voornamelijk een iets oudere doelgroep dat werk kan betalen. Dus dat is voor ons ook altijd wel een zoektocht. Hoe blijf je nou die jongeren ook bereiken? Want dat vinden we belangrijk, omdat we de jongeren ook mee willen inspireren. En juist ook aan hen willen laten zien en de interesse wekken. Tegelijkertijd willen we voor onze kunstenaars ook een bron van inkomsten zijn. Dus dat is wel voor ons iets waar we continu blijven testen en blijven tweaken eigenlijk. Om dat merk voor die beide doelgroepen aantrekkelijk te maken. Heb je dan ook kunstenaars die dan, bijvoorbeeld wat je dan net zegt, van je kan bijvoorbeeld, je krijgt een USB toegestuurd of een JPEG of een InDesign bestand, weet ik niet. Maar heb je dan ook kunstenaars die dan zeggen van nee, ik wil veel liever gewoon digitaal blijven. Ik wil helemaal niet mijn werk voor een fysieke galerie maken? Ik weet niet of ik je vraag helemaal begrijp, maar je bedoelt kunstenaars die inmiddels helemaal in het digitale domein zitten? Ja, misschien, ik heb het idee dat mensen ook nog heel erg te veel in de visie zitten van, sommige kunstenaars die hebben super vet grafisch werk, dat misschien veel beter op een digitaal scherm naar voren komt, dan dat je dat gaat uitprinten en in een galerie gaat plaatsen. En heel veel kunstenaars die zitten nog te struggelen met het feit van, ja, mijn werk is heel vet op een scherm, maar ik moet altijd nog werk maken dat ook in de galerie gaat plaatsvinden. Zit je daar al zeg maar, in discussie over? Of is dat voor kopers nog een te grote overbrugging? Maar ik kan me voorstellen dat zij zegt van ja, ik wil niet een USB krijgen of een JPEG-bestand of een MOF of een MP4. Nee, klopt. Die markt is echt heel klein. Dat zijn echt hele specifieke verzamelaars die dat willen. Wat we ook veel zien is dat mensen een videowerk te gek vinden, maar dat ze ook denken, ja, ik wil niet een scherm in mijn huis hangen. Wat ik zelf wel geloof is dat met de ontwikkeling van de meer e-reader-achtige schermen, op het moment dat die ook goede kleurrepresentatie krijgen, dus dat je schermen krijgt die niet zelf ook nog eens licht geven, kan ik me wel voorstellen dat we steeds meer die kant op gaan. Waarop selecteert Patty Morgan zijn artiesten? We hebben een onafhankelijk comité, dat roleert en er zitten curatoren in. En iedereen kan zich aanmelden bij Patty Morgan als kunstenaar. Vervolgens bepaalt dat comité of je wordt toegelaten. Mm-hmm. Daarnaast scouten we zelf, dus er komen nu weer allerlei eindexamens komen er nu weer aan bij de kunstacademies. Daar gaan we altijd kijken en dan nodigen we ook altijd wat mensen uit. Questions. Yeah. Nou, je gaf net aan dat zeg maar, je nog steeds wel ziet dat de meeste kopers wat ouder zijn, omdat kunst gewoon ook goede kunst wel duurder is. Maar als je naar het concept kijkt, dan zie je wel dat je wel ook een jongere doelgroep wil aanspreken. En dan ook, okay, kunst is duur, maar ik zie bijvoorbeeld tegenwoordig ook als je naar mode kijkt, hoe luxury brands steeds meer inspelen op een jonge generatie. Je hebt 18-jarigen die het ervoor over hebben om een Gucci-tas te kopen van 1000 euro. Mm-hmm. Dus waarom is dat met kunst niet zo? Voel je daar ook al verantwoordelijk om dus met concepten te komen en dingen waarbij dat die behoefte gaat triggeren bij een jongere doelgroep? Dat ze kunst gaan zien als iets wat dus waardevol is om te hebben en dus dat uit te gaan geven? Ja, wat we zelf altijd zeggen is, ja, je kunt een dure iPhone kopen. Ja. En dan kijk je een jaar lang heel veel op. Maar als je een te gek kunstenaar of kunstwerk koopt, dan kijk je daar misschien wel 20 jaar, misschien 10 seconden per dag naar haar, word je er elke dag blij van. Ja. Dus eigenlijk kost het dan helemaal niks. Ja. Nee, kijk, het gaat twee kanten op. Wij willen kunstenaars ook stimuleren om na te denken over manieren waarop ze hun werk goedkoper kunnen aanbieden. Dus door een editie te maken in een oplage. Maar
ja, dat je wil ook laten zien dat het waardevol is en dat het... je wil ook laten zien waarom het zo duur is. Want ik denk dat de best veel mensen hebben natuurlijk best wel wat geld. En ook te besteden aan luxe artikelen, zelfs inderdaad kleding. Ja. En op het moment dat je laat zien dat kunst ook een waardevolle besteding is van dat geld, dan is dat geld er ineens wel. Ja. Wel van overtuigd. Maar hoe doen jullie dat dan? Zeg maar, ja. Nou, door bijvoorbeeld meer te vertellen over de kunstenaars, ja, zodat het niet alleen maar een plaatje blijft. Mm-hmm. Je zit nu hier in ons blog, dus dan maken we reportages over kunstenaars, gaan langs op het atelier, maken een filmpje, laten performances zien. Dus zo krijgt het, nou ja, het is eigenlijk precies die storytelling waar jij het zelf over had. Ik denk dat er heel veel overlap zit tussen wat wij doen. Wij noemen ons platform, ook vaak platform op. Ja. We doen het nu ook wel vaak online galerie, omdat mensen dan gewoon wat beter snappen, oké, je kunt er gewoon dingen kopen. Maar het is echt, je wilt verhaal vertellen van de kunstenaar die nachtenlang doorhaalt in zijn atelier. En dan komt dat plaatje eruit, dat JPEG-je wat je op de site ziet, maar er is zoveel meer. Ja. Maar wordt kunst niet veel te vaak, misschien door jonger publiek hoor, ben ik gezien als inderdaad een mooi plaatje en afgeproduct, maar ja, als verf, dat je het een idee, moet het niet meer gezien worden echt als een investering in de toekomst? Het is iets wat zelfs in waarde kan stijgen. Ja, nou ik denk zeker, kijk, ik denk niet dat je kunst moet kopen als investering, als financiële investering. Kijk, al die kunstenaars, zeker bij ons, hebben een belofte in zich. Ja, we hebben meer dan 700 kunstenaars zitten bij Patty Morgan. Ik weet zeker dat 10 daarvan sky high zijn. Maar ja, welke, dat weet je niet. Dus die zitten er zeker bij en dat kan, maar ik denk dat je het altijd moet zien als een investering in iets anders, namelijk je geest verbreken. Kunst in huis hebben is gewoon heel erg waardevol. Ik weet niet wie van jullie dat zelf al heeft. Iemand kunst in huis? Ik heb het zelf gemaakt. Ja, een handjevol mensen hier. Ik denk dat meer zou kunnen en moeten zijn over de tijd. Dat zien we als onze missie. Omdat het voor jullie zelf allemaal denk ik heel waardevol kan zijn. En echt iets. Een verrijking van je leven. Wie wil er kunst in zijn huis? Ongeacht money, ongeacht geld. Wie wil er kunst in zijn huis hangen? Zie je? Toch? Nee, maar het is inderdaad. Hoe maak je dat? Ja. Hoe haal je die drempel weg? Of maak je hem wat lager? Ja. En hoe krijg je ze naar de winkel? Onder andere door deze. Kom naar de winkel. Wij komen het ook bij je thuis ophangen. Het werk. Je kunt het gratis uitproberen. Je kunt via kunstkoop renteloos afbetalen. Kijk, we doen er echt alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar altijd kopen, niet huren? Je kan ook lenen bij jullie? Dus lenen? Nee, op dit moment bieden we dat nog niet aan. Nee. Maar je horen nog. Nou, we hebben, dat noemen we try-by. Dat betekent dat je een werk van een huis opgehangen krijgt en na een tijdje dat ook weer zou kunnen wisselen. Okay. Dat kan huur je eigenlijk. Wisselen met een ander stuk? Ja. Is er een termijn op? Hoe lang mag je hem houden? Wanneer is het try over en is het erbij? 3 maanden heb je hem dan. Oké. Okay. Eventueel kun je dat verlengen. Als je nog wat langer wilt nadenken. Maar het is wel gericht op aankoop. Dus voor als je het ziet als huur, is het vrij dure huur. Okay. Maar als je aankoopt, krijg je namelijk je maandelijkse bedrag als korting op de aankoop. Dus dan kost probeert je weer. Oh. Dat is een beetje diep. Maar ja, dat staat allemaal op de website, kun je dat allemaal zien. Okay, dus check de website. Heb ik nog een vraag? Nee, deze. Ja, jongens, ik heb een hele exclusieve sneak peek voor jullie. En ik wil jullie ook graag iets vragen. We hebben een kunstenaar. Father Futureback hebben we gevraagd om een nieuw t-shirt van Patty Morgan te ontwerpen. Dat wordt ook verkocht straks in de zomerwinkel. En vandaag hebben wij 2 voorstellen van hem gekregen. Aha. En dit is voorstel 1. En er komt nu voorstel 2. 2. Wie zegt er 1? Mag 1 nog een keer zien? Dit is 1. Handen omhoog, voorstel 1. Handen omhoog, 6, 7, 8, 9. Ja. En voorstel 2, handen omhoog.
Dank jullie wel. Maar ging jij zelf, hoe had je voor, want jullie zijn met z'n drieën. Ja. Wat was het? Matthijs en ik gingen gelijk voor 1 en nummer 10 voor 2. Dus toen dacht ik, nou dan vraag ik het vanavond en dan hebben we een bewijs. Het bewijs is zeker geleverd. Maar wat wij vonden deze ook te gek, maar dachten, maken we hier een ronde sticker van. Ja. Dan ben ik ook blij. Zie je, hoor je blij zijn? Ik ga die t-shirts maken. Ik ga me nu zo snel mogelijk maken. Dus bij de opening van de winkel volgende week, dan zijn we. Volgende week, hoe laat? Waar precies? Donderdag, 22 juni, vanaf 5 uur. Amsterdam Noord, om de hoek bij Oedipus, Skate Café. Dus je avond kan niet meer stuk als je bij ons langskomt. Woensdag tot en met zaterdag van 12 tot en met 8. Ja, tot 6. Dat zijn de winkel openingstijden. Top. Volgende week opening, donderdag, 5 uur. En hopelijk krijgen we dan zo'n sticker. Ja. Sticker, ja. En een shirt kopen, maar stickers die krijgen. Ja, stickers krijgen ze ook. Ik weet niet of we die dan, ik kan niet nu beloven. Komt helemaal goed. Wacht alsjeblieft een heel hard applaus voor Casper Schipper. Dankjewel. Wauw. Dat was hem voor vandaag. Hebben jullie genoten? Are you entertained? Yes. En ik hoop vooral dat we hebben gezien dat inderdaad connecting worlds kan op allerlei soorten manieren. Virtual reality is niet alleen een ver van je bedshow en een wereldje wat niet echt is. Het is hartstikke echt en daarin liggen ook de echte oplossingen. Wel of niet, denk ik wel. Hetzelfde geldt voor fotografie, hetzelfde geldt voor mode. En ook voor kunst. Ik zou zeggen, laat je door geen enkele drempel en of kledingstuf with or without off-shoulder tegenhouden. Mm-hmm. Leg het allemaal vast. Leg het in een boek. Studeer ermee af. Whatever you do, keep connecting worlds. Blijf vooral naar Pakhuis en Zwijgen toekomen. Het filmpje is in het begin al geweest, maar voor het geval jullie het zijn vergeten. Je mag doneren wat je wil. Don't be greedy. Maar pay as you like, zodat we kunnen blijven doen wat we doen. En we hebben behalve dit soort hele toffe avonden, waar de volgende WhatsApp trouwens op 10 juli is. En die gaat over feelings. Nothing more than feelings. Feelings! En dat is echt super leuk, want ik zit eeuwig in mijn feelings. Heel blij, heel leuk. Maar onder andere Patricia Bekes, en dat gaat over man tears. Man tears, ik vind het fantastisch. Want het is dus blijkbaar, het is heel gezond om te huilen, maar je weet, ze zeggen altijd, mannen huilen niet, want die moeten stoer zijn. Maar dat betekent dus dat het eigenlijk iets slechter met jullie gaat. En dan heeft zij een app of een website bedacht waarop we mannen wat meer aan het huilen krijgen. We willen jullie gezond hebben. Ik vind het fantastisch. Daarvoor alleen al zou je moeten komen. Of Maaike Hartjes. Zij is een striptekenaar en zij heeft onder andere over haar burn-out tekeningen heeft ze gemaakt. En die kan je dan ook zien. Maar hou gewoon even de website in de gaten. Zet hem alvast in de agenda. 10 juli, de volgende WhatsApp. En dan ga je daarna meteen doorschuiven naar Itva by Night of Doku by Night. 9 dagen lang filmvertoningen hier beneden. Het ziet er dan zo uit. Super gezellig. Het is gratis. Je moet je wel even aanmelden op de website. Maar dan ben je verzekerd van een stoeltje. En dan weten we gewoon dat je erbij bent. En dat je dit niet wilt missen. En dat is ook 10 juli dan. En dan hebben we nog eentje. We Make the City. Dat gaat de 20e van start volgende week. 5 dagen lang op 100 locaties heb je van alles. Shoot, ik heb het opgeschreven, maar heel onduidelijk. Weet je, hoe maak je een inclusieve stad, een duurzame stad, een gezonde stad? En door middel van heel veel verschillende locaties mensen bij elkaar brengen. Workshops, films, gezelligheid. Voor op. Aanmelden als vrijwilliger. En inderdaad, je kan je aanmelden als vrijwilliger. Als je denkt, nou, ik wil gewoon zelf erheen en ik heb een stadspas, betaal je 52, ik heb studentenpas, betaal je 5 euro. Heb je gewoon geld, betaal je een tientje. Goeie deal toch? En dan kan je voor een tientje, kan je een bandje en dan kan je langs al die locaties, als dat je lukt, die onder locaties. Maar dan ga jij de city maken, because we make the city. Weet toch, festivals make the city better. En dit is een festival die de city beter maakt, omdat wij dat zijn en jullie dat zijn en everybody dat is. Maar voor vanavond, keep it going. What's up? Mijn naam is Jennifer Meerslag. Dank jullie wel.